Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Molen. Meneer Van der Molen, welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. We onderzoeken het hele stelsel van de coöperaties, opzet en werking, incidenten die daar gebeurden. En zo hopen wij te ontdekken wat er allemaal gebeurde, hoe dat kon gebeuren en wie de verantwoordelijken zijn. En vandaag zijn wij ook aanbeland bij het CFV, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. U was daar lang directeur en we komen het Centraal Fonds vaak tegen, omdat het de officiële financiële toezichthouder is naast het volkshuisvestelijke toezicht dat bij het ministerie lag. En in dat verband, meneer Van der Molen, wordt u zelf gehoord als getuige door onze commissie. En dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, als u even wilt gaan staan en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Van der Molen. Microfoon kan aanblijven. Onze commissie heeft redelijk wat vragen aan u, dus we gaan meteen fris van start. En het woord is daarom aan collega Mulder. Ja, dank, voorzitter. Meneer Van der Molen, u bent uw hele carrière al werkzaam in de volkshuisvesting. U was in de periode 1997-2013 directeur van de financiële toezichthouder, het zogeheten Centraal Fonds. Klopt dat? Klopt. Mooi. Over die periode willen we het graag met u hebben, over de tijd dat u directeur was van het Centraal Fonds, het CFV. Kunt u ons vertellen wat de taak is van het Centraal Fonds? Het valt uiteen in drie taken. In de periode tussen 1988 en mei 1998 was het Centraal Fonds de saneerder van de woningcorporaties. Mm-hmm. Die idee uit de jaren 60, commissie De Roos, uiteindelijk in de woningwet neergezet. Het vastleggen van het solidariteitsprincipe in de sector. Als een collega-corporatie problemen had, dan kon het Centraal Fonds via een heffing geld uit de sector halen. Op die manier proberen een collega-corporatie te helpen. In mei 1998 kwam daarbij een deel van het financiële toezicht, als ik het zo mag uitdrukken. Er was nog geen wettelijke grondslag. Dat betekent dat op dat moment de saneringstaak werd aangevuld met het opsporen van financieel zwakke woningcorporaties. Tot de woningwet gewijzigd werd in 2002 werd dat genoemd het financieel toezicht. En daar is in de periode tussen 2007 en 2013 ook nog een keer de verlening van de projectsteun bijgekomen. De 40-wijken aanpak van mevrouw Vogelaar en de taak daarvan en de uitvoering daarvan werden bij het Centraal Fonds neergelegd. Dus eigenlijk hadden we een drieledige taak. De aspecten van het financiële toezicht, saneringstaak en projectsteun. Ja. En hoe gaat dat financieel toezicht precies in zijn werk? Dat hangt af van de periode welke u bevraagt. In de beginperiode was de opdracht heel duidelijk het opsporen van financieel zwakke woningcorporaties, liggende in het verlengde van de saneringstaak. Dat is in 2002 uitgebreid. En in die periode hebben we vanaf denk ik 2002 tot nou, bijna op het heden een discussie gevoerd over wat is nou de omvang van het financiële toezicht. Wij hebben ons in de beginperiode, zeker tot 2008, daar ongelooflijk in het verlengde neergelegd van de saneringstaak. Dus kijken naar vermogen, kijken naar solvabiliteit. En de hele methodiek die we ontwikkeld hebben met de beoordeling is ook daarop gebaseerd.
Vanaf 2008 zijn we meer naar kaststromen gaan kijken en is dat toezicht gewoon breder opgepakt. Maar er lagen ook thema's over de verantwoording, de kwaliteit van de verantwoording, transparantie, integriteit. En dat waren thema's die heel dicht aan liggen tegen het financieel toezicht, maar die formeel niet bij het Centraal Fonds worden. Nee. En wie is verantwoordelijk voor het financieel toezicht? Formeel is de minister verantwoordelijke. Wij hebben adviestaken, zoals het zo mooi heet en ook in de wet omschreven is, aangaande financiële aspecten van het werk van woningcorporaties. Maar als het gaat om materiële kant, vind ik dat het Centraal Fonds verantwoordelijk was voor de invulling van het financiële toezicht. Ja. En u zei dat op enig moment het Centraal Fonds had eerst de saneringssteun, daar kwam later het financieel toezicht bij. Wat vond u ervan dat erbij kwam? Nou, dit is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat ik in het voorjaar van 2007 gevraagd werd om het financiële toezicht op poten te zetten, zoals het zo mooi werd uitgedrukt. Ik heb toen een gesprek gehad met een van de toenmalige directeuren van de koepels van woningcorporaties. En volgens een kort gesprek met toenmalige staatssecretaris Tommel, die aangaf dat het financiële toezicht weg zou gaan bij gemeenten. Tussen 93 en 98 lag dat bij gemeentes. En de enige opdracht die ik meekreeg was ongeveer succes ermee. En veel meer dan dat was er niet. Er lag een rapport van de Bank Nederlandse Gemeenten. Er lag een rapport van professor Scheltema. Er lag een rapport van de Algemene Rekenkamer. En op basis daarvan zijn we gestart met het financiële toezicht. Is er strijdigheid tussen saneren en financieel toezicht? Wat mij betreft niet. Je kunt saneren als het ultieme remedium zien van het financiële toezicht. En in die zin hebben we het ook opgevat. Dus je moest eigenlijk van begin af aan het zelf opbouwen en uitbouwen, het financieel toezicht? Alles wat vanaf mei 98 is neergezet, is zelf opgebouwd, ja. En hoe werd erop gereageerd dat het Centraal Fonds ook het financiële toezicht ging doen? Bijvoorbeeld uit de sector? Uiterst ambivalent, en dan zeg ik het heel netjes. Ik heb het gevoel dat we meer tegenwerking hebben gekregen in die beginperiode dan dat we meewerking kregen. Er verschenen allerlei artikelen en uitlatingen van mensen van de beide landelijke centrales. Waarbij duidelijk neergezet werd dat financieel toezicht eigenlijk overbodig was. Dat deed het Waarborgfonds al, dat hoefde het Centraal Fonds niet te doen. En die landelijke centrales, dat zijn de voorlopers van wat nu EDES... Dat is de Nationale Woningraad, het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting, later gefuseerd tot EDES. En u zei, ik zeg het netjes, hoeft u hier niet netjes te zeggen. Wat gebeurde er precies? Nou, ik heb op z'n zacht gezegd wat vreemde periode mee mogen maken tussen juni 97 en mei 98, dat ik een formeel bestuur had wat bestond uit vertegenwoordigers van de twee landelijke centrales. En inmiddels materieel bekend zou worden wie het nieuwe bestuur zou zijn, want er zouden 5 onafhankelijke deskundigen zijn, benoemd door de minister, voor Centraal Fonds Nieuwe Stijl. Het oude bestuur wilde helemaal niks, maar ook helemaal geen besluiten nemen richting het nieuwe periode van het Centraal Fonds. Het nieuwe bestuur mocht niks besluiten, dat zijn rare periodes dan. Dus je moet wel iets voorbereiden, maar je mag formeel niks, de begroting geeft geen mogelijkheden en je wordt geacht wel iets voor te bereiden. Eigenlijk klinkt het bijna als een ongewenst... Ongewenst kind. Ongewenst kind, ja. Ja, dat mag je wel zo noemen. U had het al over de rapportages die het Centraal Fonds uitbracht. Eigenlijk, u zei dat is niet de kerntaak. En er zijn er redelijk wat gedaan door het Centraal Fonds. Bijvoorbeeld in 2000 onderzoek naar bankieren. 2002 de treasury bij woningcorporaties. 2003 verbindingen bij woningcorporaties. Onderzoek naar bedrijfslasten. Onderzoek naar risico's bij verbindingen. Integriteit. Hoe werden deze rapportages in het algemeen door de sector gewaardeerd? Ik denk dat over het algemeen gekeken werd naar de inhoud en wellicht ook de tijdstip waarop die kwamen. Ik denk dat de waardering van die rapporten erg hoog was, gewoon vanwege de geboden kwaliteit van die rapporten. Ze kregen goede ontvangst in de vakpers, ze kregen over het algemeen een goede ontvangst in de Tweede Kamer. En het werd ook over het algemeen geconstateerd dat het thema's waren die ertoe deden. En waarvan het op z'n zacht gezegd ook wel belangwekkend werd gevonden dat op dat moment dat soort thema's naar voren kwamen. Of het nou het onderzoek was naar bankieren, treasury, onderzoek, verbindingen, integriteit, intern toezicht, het functioneren ervan is 4 keer over gerapporteerd. Grondposities, risicovolle projectontwikkeling, dat zijn allemaal thema's die we opgepakt hebben. En u zegt die werden goed gewaardeerd. U noemde bijvoorbeeld grondposities. Wat is er dan precies mee gebeurd met die adviezen uit die tijd? Ik heb een hele mooie brief teruggekregen namens de minister dat het een waardevol onderzoek was, maar dat men voldoende vertrouwen had in de capaciteit en de werkzaamheid van de sector, dat daar geen misbruik van werd gemaakt, dus dat er geen aanvullende regelgeving zou komen. Ik weet niet of u ervoor heeft gehoord de afgelopen periode. Maar wel ik heb een corporatie uit Brabant waar het ontzettend misging met die grondposities. Ja, ik weet u had er blijkbaar voor gewaarschuwd. Ja, maar je moet uitkijken dat je een soort Hansje Brinker figuur wordt. Er zijn 2 dingen die wat mij betreft een rol spelen. 1, het zijn thema's die in de politieke setting van waar een sector zich ontwikkelt, zeker na 2000, waarbij er een soort verbreding was van het werkdomein van woningcorporaties. Ook de periode waarbij corporaties gronden mochten kopen verlengd werd van 5 jaar naar 10 jaar voordat het ontwikkeld moest worden. Gegeven de ontzettende lengte van de planning van het aankopen van grond en het uiteindelijk kunnen bouwen, volstrekt begrijpelijk. Maar ik denk niet dat iemand die op dat moment de regelgeving maakt, er rekening mee houdt dat er zodanige aankopen zijn gedaan
zoals die door een aantal corporaties helaas gedaan is. Maar zo'n onderzoek over grondposities. Ja. U zegt het is goed ontvangen, maar eigenlijk begrijpt u wel dat er niet veel mee wordt gedaan in die tijd. Begrijp ik u goed? Ja, maar dat was een beetje de algemene teneur. Dat zagen we ook terug in het onderzoek over bankier en treasury uit 2002, verbindingonderzoek uit 2003, onderzoek naar de grondposities. Het later onderzoek naar ook bankieren en treasury-activiteiten in 2007. Het was duidelijk een stroming dat er meer voorrang werd gegeven aan de zelfregulering en minder behoefte was aan regelgeving vanuit de overheid. Ja. En er was er nog één, intern toezicht. Ja. Een onderwerp dat we hier onder de loep hebben. Ja. We hebben hier een aantal raden van toezicht, raden van commissarissen gehad. En u heeft er 4 keer over iets over gezegd, ja, dat het niet goed was. Dat klopt toch? Ja, klopt. Maar ook geloof ik dat er een stijgende lijn zat. Dus het is ook niet een stijgende lijn? Ja, het is niet alleen negatief geweest. Hè. Nee, het eerste onderzoek in 2003 was denk ik voortgekomen uit de vraagstelling. Vanuit de beginperiode van het fonds 1998 hebben wij ons heel erg gericht op de besturen van woningcorporaties. Uiteindelijk zit daar de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het beleid van een woningcorporatie. Het hele model van wat dan zo mooi heet, het Raad van Toezicht model, is in 1993 in het BBSH mogelijk geworden. Je zit een aantal jaren later, kijk je, functioneert dat goed, functioneert dat in voldoende mate? Biedt een raad van toezicht of raad van commissaris voldoende tegenwicht voor een bestuurder? Hadden wij het gevoel dat dat beter kon? We hebben toen eerste onderzoek gedaan in 2003. Nou, dat was de algemene conclusie dat het intern toezicht zich vooral focuste op financiën en veel minder keek naar volkshuisvestelijke prestaties, maar ook dat de verantwoording van verschillende raden van toezicht in de jaarverslagen erg matig was. En dat er ook niet echt een goed besef was van de taakomvatting van wat nou een raad van toezicht moet gaan doen. Daar hebben we toen eerst een rapport van geschreven. Dat is over het algemeen vrij goed ontvangen. Ik begrijp van deskundigen dat men dat nog steeds een van de betere basisrapporten vindt over de kwaliteit van intern toezicht. En we hebben een paar jaar later opnieuw gekeken van is dit er nou vooruitgang in of geen vooruitgang in. In die tussenliggende periode ook met de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties cursussen opgezet. Zelf inleidingen verzorgd voor de VTW. En wat je in die periode ziet. Er komt natuurlijk een nieuw model in 1993. Dat is dus even wennen. Heel plat gezegd zagen we in het begin dat veel raden van toezicht bijna bestonden uit voormalige besturen en dat de voormalige directeur de bestuurder was geworden. Maar hoe je het ook bent verkeerd, dat model met een bestuur en een raad van toezicht is toch anders opereren. Zeker ook binnen de constructie van een stichting juridisch. Dat je daar ander tegenwicht moet hebben. Dus we hadden het gevoel, die kwaliteit moet omhoog. Er moeten naar andere dingen gekeken worden dan alleen financiën. Ja. En er moet een veel duidelijke verantwoording zijn van het intern toezicht. Ja. Maar had u nou de indruk dat uw rapporten voldoende werden omgezet in regelgeving en in beleid? Als het gaat om het interne toezicht? Niet. De beginfase, of het dan gaat over bankieren, treasury. We hebben dat toen 2 rapporten geschreven, 2000-2002. Ja. Dat rapport van 2002 heeft geleid tot een concept herleiden van het besluit beheer sociale huursector, het BBSH. Mm-hmm. Die concepttekst is in 2004 ingetrokken en ja, dat vond ik wel doodzonde. Doodzonde. Ja, omdat een van de fundamenten van het nieuwe BBSH was een betere verantwoording vanuit corporaties over in dit geval bankieren treasury activiteit. En het interne toezicht ook niet voldoende opgepakt? Het is aandachtspunt geworden, maar wat je merkt, en dat zullen we ongetwijfeld in de loop van de middag nog over krijgen, is dat dat onvoldoende doorgedrongen is bij raden van toezicht over wat de ernst van de situatie was. Ja, en hoe kan dat dan? Want u bent toezichthouder, u geeft adviezen, dan zou je denken, althans zou je kunnen denken, die worden opgevolgd. Want die toezichthouder zal wel verstand van hebben. Nou, er zijn 2 dingen die een rol spelen. Blijkbaar is het onvoldoende of besef of druk geweest vanuit onze kant om dat te laten veranderen in regelgeving. Maar nogmaals, er was een sterke behoefte aan zelfregulering en niet vanuit het ingrijpen van de overheid. Tegelijkertijd zie ik bij een aantal corporaties dat men wel degelijk naar de rapporten gekeken heeft. En dat men vervolgens dat in het eigen werkwijze, eigen handelwijze wel iets mee gedaan heeft. Ik vind ook in de afgelopen 10 jaar dat de kwaliteit van het intern toezicht beter is dan 10 jaar geleden. Je ziet ook dat betere verantwoording wordt afgelegd. Ja. Als ik een rapportcijfer haal van een 1 en ik haal een maand later haal ik een 2, dan kun je zeggen dat ze stijgen. Dat is 100% stijging, dat heeft je gelijk aan. Maar het is een dikke onvoldoende. Ja, eens. Ja. Was dat hier ook zo? Op een aantal punten vind ik nog steeds dat de verantwoording van intern toezicht beter kan. En als je kijkt naar het risicobesef van een aantal zaken, of dat nou grondposities is of risicoontwikkeling of derivaten, had het beter gekund. Ja. En als u nou gewoon dat door kunnen pakken in uw periode? Dat is een alsvraag. Ik zal tot mijn dood dat antwoord u schuldig blijven. Mocht u wel eens bepaalde onderzoeken niet publiceren? We hebben 1 keer een onderzoek gedaan. Er zijn 2 momenten geweest waarop we een discussie hadden over het publiceren van een vraagstuk. Het eerste was het verslag financieel toezicht in 2004. Daar zaten berekeningen bij over het huurbeleid. Daar was grote weerstand op het ministerie tegen datgene wat we opgeschreven hadden.
Dat rapport is met veel vertraging uiteindelijk gepubliceerd. Maar het heeft heel veel voet in de aarde gehad. En het tweede was in, ik meen 2010 of begin 2011, dat we een onderzoek hebben gedaan naar schaalvergroting en de effecten van schaalvergroting. En dat is nooit gepubliceerd. Nooit gepubliceerd? Nee. En als het ministerie niet wil publiceren, wat doet u dan als toezichthouder? En op dat moment hebben we ons erbij neergelegd. Als we het hebben over het eerste geval in 2004, daar kwam de onsmakelijke situatie bij dat mij ontslag geëist werd, omdat ik zou samenspannen met journalisten en Kamerleden. Ontslag geëist? Ja, de toenmalige minister heeft toen bij mijn bestuur het ontslag geëist, omdat ze de indruk had dat ik aan een soort samenspanning deed. Dat is uiteindelijk opgelost, omdat niet bewezen is dat ik aan samenspanning deed, en dat deed ik ook niet. In 2010 ben ik blijven zitten, omdat ik misschien wel een beetje moe was van al dat gebeuk. Welke minister vroeg om uw aftreden? Mevrouw Dekker. Mevrouw Dekker? Ja. En was dat omdat u te lastig was? Dat moet u naar haar vragen. Er was een beeld dat ik op een oneerlijke manier of een oneigenlijke manier bezig was als directeur van het Centraal Fonds. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over de omvang van corporaties. We hadden hier vorige week de heer Boot en die zei corporaties werden zo groot, die onttrokken ze geen controle. Ja. Dus dan als u advies uitbrengt over de omvang van een corporatie en dat zou zijn opgevolgd, was in ieder geval dat... Nee, het onderzoek naar schaalvergroting was een algemeen onderzoek naar, bijna vergelijkend naar grotere en kleine corporaties, zitten er verschillen in werkwijze, effectiviteit, efficiëntie en dat soort zaken. We hebben daarvoor wel een aantal keren met het ministerie gesproken over de vraag van wanneer is er nou sprake van een te grote woningcorporatie? U noemde dat ik een hele, of als de voorzitter noemde dat ik een hele tijd actief ben in de sector. Ergens in de jaren 80 hadden we een soort ideaal type van 4000 woningen is groot genoeg. Ja. Nou ja, nog geen 5 jaar later was het bijna 20.000. Ja. En op een gegeven moment zaten we op 90.000. Ja. Wat de ideale woningcorporatie is, weet ik in alle eerlijkheid niet. Als je kijkt naar verschillende elementen, bijvoorbeeld tijdstip van indienen en klaar hebben van de jaarstukken, zie je over het algemeen dat kleinere corporaties toch beter en sneller zijn dan grotere corporaties. Mm-hmm. Maar hoe je het went of keert, zeker op het vraagstuk van projectontwikkeling, heb je gewoon macht nodig. En dan is een grote corporatie in discussie met de financiers of grote projectontwikkelaars wel handig. Heb je voor beheer en onderhoud een schaal van 90.000 woningen? Nee, ik denk dat je naar een kleinere schaal toe kunt. Okay. Wat zegt dat eigenlijk als een minister van de toezichthouder af wil? Doet hij zijn werk dan te goed? Dan misschien, ja, die vraag moet u mij niet stellen. Ik kan me hooguit voorstellen dat ik misschien te lastig was. Ja. Of te enthousiast. En wat is de rol van de toezichthouder? Moet hij lastig zijn? Of, ik zou hem bij voorkeur als een vreselijke luis in de pels willen zien. Hoe zit de relatie tussen het interne en het externe toezicht? Ik vraag dat omdat wij in stukken van het ministerie van Vrom zien dat als het interne toezicht goed functioneert, is er minder extern toezicht nodig. Deelt u die opvatting? Nee. Nee, dat zou betekenen dat beide naar dezelfde elementen kijken van de bedrijfsvoering van een woningcorporatie. Daar geloof ik niet in. Het intern toezicht, zeker zoals die bij corporaties is neergezet, is afgeleid vanuit de structuurvennootschappen van het burgerlijk wetboek. Mm-hmm. Dat betekent dat je als commissaris gehouden bent om je bezig te houden met de continuïteit van de organisatie. En ik denk dat de taak van een publieke toezichthouder nou juist zit in de vraagstelling, zit een corporatie, is die actief in het publieke domein en worden de gelden besteed in het publieke belang? Dat zijn toch twee verschillende vraagstellingen. Wat je merkte, en je ziet dat de verschillende ministeries in die periode ook verschillend overschrijven, want onderwijs geeft wat anders als Vrom in die periode van begin jaren 2000. Dat op een gegeven moment de rekenkamer dat vraagstuk heeft opgepakt, en daar was ik ook zeer blij mee. Want ook wij zaten op een gegeven moment, zeker ergens halverwege 2005, 2006, van gaan wij apart zelfstandig communiceren met intern toezicht of blijven we communiceren met bestuur? Mm-hmm. En we zijn in die periode begonnen met heel langzaam maar zeker in de correspondentie naar besturen aan te geven van een kopie te verstrekken aan de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen. En de laatste paar jaar hebben we ook gewoon aparte brieven gestuurd aan de Raad van Commissarissen, toch om die relatie tussen een intern toezichthouder en een extern toezichthouder wat beter inhoud en vorm te geven. We hielden ook sessies met commissarissen en in een aantal gevallen met uitkomsten van onderzoek gingen we ook gesprekken aan met de commissaris om hun te wijzen op de mogelijkheden die er in een bepaald aanbeveling zat of de eventuele risico's die bij een corporatie gelopen werden. Dus die zinnen die we tegenkomen in beleidsstukken van het ministerie, intern toezicht functioneert goed. Als het intern toezicht goed functioneert, is extern toezicht minder nodig, vindt u niet kloppen? Nee, maar ik vind het niet kloppen. Ik bedoel, wees dan helder in waar de verantwoordelijkheden liggen van intern toezicht en extern toezicht. Okay. Een tweede wat erbij speelt, is we hebben op een gegeven moment wel discussies gehad over de vraagstelling van zou je naar minder toezicht toe moeten? En bij een van de gesprekken, nou dat zal ergens in 2007, 2008 geweest zijn, werd er iemand geroepen van ja, wat jullie doen is dan een verlicht toezicht. Oké, als wij dan verlicht toezicht doen,
wat is dan verzwaard toezicht en wat is normaal toezicht? Aan die discussie zijn we nooit toegekomen. Nee. Wat we wel gedaan hebben is uitgezocht in die periode van hoeveel toezichtlast heeft nou een corporatie van het Centraal Fonds in het kader van die gegevensopvraag zoals die wettelijk geregeld is. Dat is helder. Dat hebben we gedaan en daar kwam een bedrag uit van minder dan 1,5 euro per eenheid. Nou, gelet op het omvang van het balanstotaal van 300 miljard vind ik dat een verwaarloosbare bedrag in alle eerlijkheid. We hebben het hier andersom wel gezien, hè? Dat hier toezichthouders waren die dachten, ja, als het extern toezicht goed functioneert is intern toezicht minder nodig. Want men beroept zich vaak op stukken van het Centraal Fonds en het Waarborgfonds. Er zijn twee dingen denk ik, die een rol spelen. Enerzijds, op het moment dat een extern toezichthouder iets vindt, dan moet een intern toezicht op de kwaliteit daarvan kunnen vertrouwen. Dus wat mij betreft geen punt van discussie. Maar het is niet zo dat daarmee dan het werk van het intern toezicht overbodig is. Want intern toezicht zou ergens anders naar moeten kijken dan het extern toezicht. Ik vind expliciet dat het extern toezicht moet kijken of een corporatie zich in het publieke belang begeeft. En of die uitgaven in het belang van het publieke domein zijn. Intern toezicht houdt zich er vooral bezig met de continuïteit van de organisatie. Ja. Nog even terug naar de onderzoeken die u deed naar grondposities en derivaten. Ja, die kwamen eigenlijk te laat voor WSG en voor Vestia. Hè? Nou, grondposities niet. Het onderzoek van de grondposities was gebaseerd op de jaarstukken van 2006-2007. Dat rapport is geschreven in 2008 en ik meen begin 2009 aangeboden. En daar kwam de reactie op dat het niet zou leiden tot verandering van regelgeving. Daarna kwam dat rapport van het Bureau voor de Leefomgeving, die natuurlijk ook een inventarisatie gedaan heeft. Ik ben mij bewust dat wij gegevens hebben geleverd aan het PBL. Dat ging met name over de bouwproductie. Want inzage in de grondposities hadden we niet. Dat was een vraagstuk wat erna kwam. Wat we langzaam maar zeker in de opvraag van informatie naar voren hebben gehaald. Ik neem aan dat we straks over WSG krijgen. Dus het lijkt me handig om bij WSG daar zo meteen verder over te praten. Als ik kijk naar de eerdere verhoren de afgelopen weken. Wat je gewoon merkt is dat er blijkbaar dan voldoende vertrouwen bestaat in de sector. En voldoende vertrouwd wordt op het bewustzijn in de sector dat men geen gekke dingen doet. Met derivaten geldt hetzelfde. De expliciete onderwerp derivaten zit niet zo specifiek in de rapporten van 2002 of 2007. Dat gaat wel over allerlei vormen van beleggen, bankieren, treasury activiteiten. De kern van mij zat er nog steeds in een betere verantwoording de woningcorporaties over wat ze doen. En dat probleem zijn we laten bij Vestia wel tegenkomen. Ja. Ga ik met u naar 2009. Ja. Dan wil minister Van der Laan weten wat corporaties maatschappelijk presteren. En die richt zich tot uw organisatie, Centraal Fonds. Hoe ging dat? Wat vroeg hij aan u? Dat is. Ik zou me even niet de vraag precies voorstellen. Kunt u iets beter duiden waar u naartoe wil? Nou, de heer Van der Laan die wil weten wat corporaties maatschappelijk presteren. En blijkbaar heeft hij die informatie niet, vindt hij, of onvolledig. En hij zoekt mogelijkheden om daarachter te komen. En hij komt bij het Centraal Fonds terecht. Kunt u zich daar iets van herinneren? Nauwelijks. Ik zal proberen iets te reconstrueren wat ik in mijn hoofd krijg nu je die vraag stelt. We hadden drie vormen van toezicht. Dat was het volksgesvestigd toezicht, rechtmatigheidstoezicht, financieel toezicht. Rechtmatigheid en volksgesvestigd toezicht lagen bij het ministerie. Financieel toezicht lag bij het Centraal Fonds. We hebben... Ik meen op verzoek van staatssecretaris Remkes in de beginfase geprobeerd om invulling te geven aan de uitwerking van wat is het artikel 21 lid 2 BBSH. Als een corporatie de eigen middelen meer dan voldoende besteedt, maar geld overhoudt, zou je dat moeten besteden in het belang van de sector. Dat is later gaan leiden tot wat wij dan hebben genoemd het C-oordeel. Dus je hebt voldoende geïnvesteerd in je eigen voorraad, maar je zou meer kunnen doen vanuit solidariteitsprincipe. En de binding tussen alle vermogens van corporaties zou er wat mee moeten gaan gebeuren. Dat heeft geleid tot een paar keer brieven van, ik meen ook mevrouw Dekker, naar een aantal wat rijkere corporaties om wat te kunnen doen bij financieel zwakkere woningcorporaties. Ik herinner me uit die periode dat bijvoorbeeld Centrada en Lelystad op dat moment nog steeds een discussie was met sanering. Dat er een aantal corporaties gevraagd is, kun je bijspringen om te kijken of je dat wil doen. In het kader van der Laan, wat ik me herinner van die tijd, was dat we al jarenlang aanliepen tegen de grote verschillen tussen wat corporaties opgaven wat ze gingen presteren en wat ze daadwerkelijk deden. En dat iedere keer de oordelen zaten te baseren op wat men in feite zich voornam om te presteren. Nou, dat gebeurde niet. Ja, dan zit je eigenlijk een beetje in troebel water te vissen. We hebben toen de realisatieindex ontwikkeld, waarbij we aangaven dat een corporatie wel of niet in voldoende mate een gevolg kan geven aan wat ze zelf prognosticeert. En het heeft uiteindelijk, en ik meen ook dat dat was bij de oordeelsbrief van 2009,
geleid tot een oordeel van de minister in zijn oordeelsbrief, dat bij een aantal corporaties hij weinig geloof hechtte aan de bestuursverklaring, omdat de verschillen tussen prognoses en realisatie erg groot waren. Okay. Heel goed. Ja, even aanvullend, u hebt met meneer Van der Laan niet gesproken, want meneer Van der Laan die dacht na over het versterken van een woonautoriteit. Ja. En daarin ook, dan dacht hij aan het Sint-Elfons, om daar ook volkshuisvestelijk toezicht in onder te brengen. Heeft u daar niet over met hem gesproken? Op een gegeven moment heeft hij, ik meen ook in een brief aan de Kamer, aangegeven dat hij toe wilde naar de autoriteit woningcorporaties. Nou, dat was wat mij betreft een soort hoera-stemming van eindelijk lukt het dan toch. U vroeg me na mijn begin, in de beginperiode heb ik tegen mijn toenmalige bestuur gezegd, geef me een jaar of 5, 6 om het financieel toezicht op poten te zetten en dan nog 4, 5 jaar om het te integreren met volkshuisvestelijk toezicht. Want uiteindelijk moeten die twee dingen bij elkaar komen. Een corporatie is wat mij betreft het belangrijkste, het maatschappelijk presteren. Financiën is een voorwaarde, maar maatschappelijk presteren gaat het uiteindelijk over. Dus toen dat bericht kwam dat hij dat bij elkaar wilde zetten en ook buiten het ministerie zetten, onafhankelijk, op afstand van het ministerie, maar wel onder ministeriële verantwoordelijkheid, had ik wel een soort gevoel van, joepie, het gaat nu lukken. Het lijkt me ook volstrekt terecht als dat bij één autoriteit komt. Je kunt wel een financieel oordeel geven, maar als tegelijkertijd geen volkshuisvestelijke prestatie wordt beoordeeld, hangt het een beetje in het luchtledige. Ja, daar kom ik nog later op terug. Ik had ook nog twee aanvullende vraagjes. Ja, ten eerste even voor mijn duidelijkheid, als minister Dekker u wilde ontslaan, dan kon ze dat toch gewoon doen? Nee, ik ben benoemd door het bestuur van het Centraal Fonds en het bestuur wordt benoemd door de minister. Dat is in de latere periode van zowel mevrouw Dekker, de heer Wensemius als mevrouw Vogelaar nog een punt van discussie geweest. Omdat er toen in die jaren een discussie liep over de governance van het Centraal Fonds. Gaan we wel of niet naar een raad van toezichtmodel toe? En op dat moment bij het ministerie heel sterk de voorkeur bestond om zowel bestuurder als de raad van commissaris te laten noemen door de minister. En uiteindelijk was de heer Wensemius, geloof ik, dezelfde opvatting die ik zelf had. Het lijkt me niet verstandig dat je de beide organen door hetzelfde orgaan laat benoemen. Dus ik was benoemd door het bestuur. Mm-hmm. En het bestuur is degene die mij kon schorsen of ontslaan. Mm-hmm. Ja, tegelijkertijd hebben we ook geleerd dat de arm van de minister soms lang kan zijn. Zeker. En een tweede vraag, dat was ik heel verbaasd over. Dat u zei van, ja, het Sint-Elfons was een ongewenst kind. En vanuit de corporatiewereld, vanuit Edis werd gezegd, nou, dat financiële toezicht, dat doet het WSW al. Maar nu hebben we de afgelopen week gehoord van zowel de heer Kallon als van de heer Van Leeuwen als van de heer Van Dam, die allemaal verklaren dat het WSW geen toezichthouder is. Dus hoe moet ik dat dan rijmen? Formeel is het WSW geen toezichthouder. Formeel is het WSW het Borgersinstituut. Wat moet garanderen dat banken dat corporaties hun leningen met rente terugbetalen? Als je kijkt naar de materiële positie van het waarborgfonds en de verschillingen die er waren in de aanvliegroute door zowel WSW als Centraal Fonds, dan is de stelling verdedigbaar. En volgens mij heeft de heer Boot, ook oud-commissaris van het WSW, het ook gedaan, dat het waarborgfonds materieel een toezichthouder is. Maar goed, als je dan tegelijk zegt dat het toezicht al bij het WSW zegt, dan zegt de corporatiewereld, het zei dus in feite, we willen helemaal geen financieel toezicht. Ik weet niet of de corporatiewereld dat in die mate zo gezegd heeft. Ik heb niet alle 780 corporatiebestuurders in die tijd gesproken. De koepels hadden een bepaalde opvatting. Die opvatting is op bepaalde manier in inleidingen verwoord, in artikelen verwoord. In het besloten verhoor heb ik u ook gemeld dat er op een gegeven moment een zetting was van mijn voorzitter en mijzelf met het toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van het WSW en toenmalige directeur van het WSW en de twee bestuurders van Nationale Woningraad en Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting. Waarbij mijn vraag was, mag het Centraal Fonds als het begint gebruik maken van informatie van het Waarborgfonds? Het antwoord was toen heel simpel nee. En dat is volgens mij ook in een brief door staatssecretaris Stommel aan de Kamer in juni 1997 verwoord, dat het Waarborgfonds nooit zijn informatie deelt met het Centraal Fonds. Oké, dank u. Meneer Mulder, u vervolgt. Ja, u zei al, het Centraal Fonds houdt zich bezig met het financiële toezicht op de corporatiesector. En doet dat eigenlijk namens de overheid, namens de minister. En juist op het financiële gebied is het nou de laatste jaren fout gegaan. Wie is er in uw ogen nou primair verantwoordelijk voor het financieel toezicht op de corporatiesector? Eigenlijk heeft u dat al gezegd, hè? Het Centraal Fonds. Formeel is het minister. Even als je gewoon de wettekst volgt, in materieel beschouw ik mezelf als degene. Ja. Dat is de leidinggevende die bij het Centraal Fonds die daarvoor verantwoordelijk was. Ja. En hoe beoordeelt u in het licht van de financiële incidenten het functioneren van het financieel toezicht in de corporatiesector? Ik denk niet dat je alle incidenten op één stapel mag gooien en dan één conclusie richting het financieel toezicht mag trekken. De
Als ik kijk naar wat er bij Rochdale gebeurd is, of als ik kijk wat er bij Woonblon gebeurd is, of bij Rantree, of bij SGBB, of WSG, of Laurentius, of Servatius, zijn het allemaal verschillende oorzaken. In al die gevallen heb ik ook het gevoel dat we dat en tijdig gesignaleerd hebben en adequaat gesignaleerd hebben. En bij sommige van de casussen is dat ook eerder onderzocht. Rochdale is onderzocht door de From Accountantsdienst. Er is ook een rapport over verschenen wat gepubliceerd is en wat in de Tweede Kamer besproken is. En de conclusie was dat we daar adequaat gefunctioneerd hebben. Als ik kijk naar Servatius, de manier waarop we ons verzet hebben tegen het doorzakken en het uiteindelijk ook verhinderen dat het doorzakken van die woning gebeurd is, denk ik dat dat gewoon goed is geweest. Mm-hmm. Als ik kijk naar de oordelen van Rantree in Deventer met dat malotige plan, dan denk ik dat we daar op tijd aan de bel getrokken hebben, mm-hmm. dat zowel qua activiteit als qua financiering niet kan. Als ik kijk naar WSG, en daar krijgen we het zonder meer over, vind ik in ieder geval dat de stellingname die er in al die jaren is geweest over het iedere keer selecteren, uiteindelijk wel steeds vertrouwen hebben gegeven aan de bestuurder. En pas in 2010 de conclusie zodanig verwoord hebben dat we vonden dat er een einde aan moest komen. Daar kun je over reden twisten. Had dat niet scherper moeten in de jaren, maar dat gaan we ongetwijfeld zo meteen doen. Bij Vestia vind ik gewoon dat we te weinig scherp zijn geweest. Ik heb vlak nadat dat bekend werd in september het verzoek om ruim 1 miljard steun vanuit het WSW, tijdelijk liquiditeitssteun, volgens de analyse laten maken intern van de derivatenportefeuille van Vestia. En vervolgens in februari interne analyse laten maken van wat hebben we in godsnaam gemist de afgelopen jaren. Er is een brief over verschenen, die heb ik naar mevrouw Spies gestuurd. Daar staat vrij helder en scherp in dat we op basis van de jaarstukken 2008-2009 met bepaalde uitingen, bepaalde bedragen gewoon scherper hadden moeten zijn. Dat is niet gebeurd. Dat is uitermate te betreuren. Ik denk dat we 2010 wel op het goede spoor zaten, maar dat had gewoon scherper gekund. Dus als u mij vraagt, wat is uw oordeel bij al die incidenten? Dat vind ik dat bij de meeste incidenten, even los van dat een aantal incidenten niet op ons werkvlak lagen, maar financieel gesproken we dat wel gesignaleerd hebben. Ook de hele procedure en de ellende bij het stoomschip in Rotterdam. Ik denk dat die brief die in maart 2008 naar mevrouw Vogelaar is gegaan, dat dat een uitstekende analyse is. En ook de basis is geweest voor de maatregelen die daarna getroffen zijn. Maar bij Vestia hadden we gewoon scherper moeten zijn. Punt. Ja, u heeft in de NRC van 12 juni 2012 gezegd dat u niet het gevoel had als financieel toezichthouder te hebben gefaald. Dat heeft u net ook geïllustreerd. Mm-hmm. Als u niet heeft gefaald, hoe beoordeelt u dan het functioneren van het Centraal Fonds wel? Heeft u het dan gewoon goed gedaan of legt u dan woorden in de mond? Dan ga ik toch even terug naar het onderscheid dat ik eerder maakte met de verschillende taken. Ik vind dat onze saneringstaken de afgelopen jaren, in ieder geval de tijd dat ik directeur was, laat ik het daartoe beperken, dat dat goed gegaan is. Mm-hmm. Ik vind dat we de projectsteun uitstekend hebben gedaan, ondanks alle juridische procedures en rimram die eromheen zat. Het was op zacht gezegd niet makkelijk in die periode om en al die plannen te beoordelen en normaal uit te betalen en ook nog te zorgen dat het allemaal op tijd gebeurde. Als het gaat over het financieel toezicht, is het beeld wisselend. Als ik kijk naar het geven van een beeld van de sector, of dat nou gebeurde via de themarapportages of de sectorbeelden, dan vind ik nog steeds dat dat beter dan wanneer ook een beeld is gegeven wat de stand van zaken in de sector is. Mm-hmm. Als ik kijk naar de verschillende incidenten, bij sommige incidenten vind ik dat we adequaat gereageerd hebben, maar bij Vestia zijn we niet scherp genoeg geweest. Helder. Daar loop ik ook niet voor weg, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat is een verantwoordelijkheid die bij mij ligt. Ja. U heeft meer interviews gegeven. In het Financiële Dagblad omschreef je uw werk bij Centraal Fonds als toezichthouder met de pet in de hand. Ik heb hier nog het krantartikel. Daar staat het ook, toezichthouder met de pet in de hand. Kunt u dat toelichten waarom u dat zegt? Wij waren een financieel toezichthouder die, als je strikt juridisch vanuit de definitie van toezichthouder kijkt, geen toezichthouder was. We hadden namelijk niet zelfstandig het recht om informatie op te vragen. We hadden geen instrument om in te grijpen. Dat zijn toch wat twee hele cruciale voorwaarden voor het zijn van een toezichthouder. Dus u zegt, als we ergens een misstand ontdekten, moesten we dat melden en hopen dat dan de volgende partij dat zou doen. Daar komt denk ik het begrip, en ik ben een Noordeling van huis uit, dus het komt een beetje geloof ik uit een van de boeken waarin de bekende Drentse figuur Bartje beschreven wordt, dat met de pet op handen houden, dat niet de meest ideale vorm is. Dat is wel wonderlijk, hè? Want we hadden hier het WSW, die is de facto die is geen toezichthouder, maar sommige mensen de facto wel. En men zegt het Centraal Fonds is wel de toezichthouder, en u zegt die is eigenlijk geen toezichthouder. Ja, nee, ik wil niet vervallen in een raar, hoe moet je dat zoiets noemen? Een beetje afschuiven van verantwoordelijkheden of stoepjes gewoon wegen, dat doe ik dus niet. Ik loop niet weg voor het gevoel dat ik heb dat wij bij Vestia gewoon scherper hadden moeten zijn. Maar ik vind ook dat iedereen zo ontzettend goed moet realiseren dat wij dus nooit de kans hebben gehad om een beleid te ontwikkelen op ingrijpen, want we mochten gewoon niet ingrijpen. Nee. En wat raar blijft, is even de discussie over wat is nou formeel toezicht en materieel toezicht. De materiële toezichthouder, lees het WSW, had meer mogelijkheden om in te grijpen dan de formele toezichthouder die dat niet kon.
Dat blijft een rare situatie. Dus u had echt te weinig bevoegdheden en u kon geen informatie verzamelen? Wij waren gebonden aan de wettelijke opvraging van de gegevens en die stonden netjes in de BBSH en de bijlagen aangegeven. En heeft u er iets aan gedaan om u te zorgen dat u wel die wettelijke bevoegdheden... Jaarlijks en soms maandelijks om te zorgen dat dat beter kwam. En er liggen ook verschillende documenten, volgens mij ook bij uw commissie bekend, van verschillende besturen, verschillende bewindslieden. Ja. Dat wij steeds de vraag hebben neergelegd van regel nou die positie van het Centraal Fonds als toezichthouder wettelijk. Geef ze een zelfstandig recht van informatie opgraven en geef ze een instrument om in te grijpen. Kunt u daar meer over vertellen bij wie u dat heeft gevraagd en waarom dat dan niet is gelukt? Het is begonnen al bij het allereerste bestuur in 1998 richting staatssecretaris Remkes. Ik meen dat de notities dateren uit 1999 met ook brieven aan de heer Remkes om dat te doen. Mm-hmm. En dat is doorgegaan, ik denk tot en met de heer Donner, toen hij met de laatste keer met een wetsontwerp kwam, wat wij letterlijk en figuurlijk een dag van tevoren kregen en waar we op moesten reageren, dat de situatie weer anders werd. En al die situaties is vanuit het bestuur van het Centraal Fonds gevraagd om en een wettelijke verankering, zelfstandig recht van informatie op vragen en een mogelijkheid om in te grijpen, sanctie-instrumentarium. Datzelfde geldt voor de informatievoorziening? Ja, we hebben één grote slag kunnen slaan in 2007... Toen zijn er discussies ontstaan waarbij we overgingen van de cijfermatige kerngegevens naar opvraaginformatie, wat we later noemden de verantwoordingsinformatie en de prognoseinformatie. In die slag is onder andere geregeld dat we dus informatie over verbindingen konden opvragen, een vraag die we al in 2003 hadden gesteld. Heeft u vanochtend het verhoor gezien met mevrouw Bertram? Nee, helaas niet gezien. Die zegt eigenlijk hadden ze genoeg bevoegdheden. En als zij vonden, het Centraal Fonds, dat de minister een aanwijzing moest geven, konden ze dat adviseren. En het is nooit voorgekomen dat aan een verzoek van het Centraal Fonds geen gehoor is gegeven. Er zijn adviezen bij ons gegaan die soms om beleidsmatige redenen niet door zijn gegaan. Dat vind ik een afweging van een ministerie of van een minister. Daar ga ik niet over. Ik kan wel het voorbeeld noemen van een grote fusie van een partij uit Haarlem en een uit Amsterdam, het latere IJmeren. Waarbij in die fusiebeoordeling op een gegeven moment mij gevraagd werd om een due diligence rapport om te weten wat daarin naar voren kwam. Dat geweigerd werd en dat ik toen moest gaan dreigen met het schrijven van een brief naar de minister voor het geven van een aanwijzing om een rapport te krijgen. Dat zegt een beetje over de positie waar je op dat moment staat. Ik vind dat een weinig benijdenswaardige positie van een toezichthouder. Ja. En dan blijft de vraag, waarom blijft hij in die niet benijdenswaardige positie zitten? Ik heb heel lang gedacht dat het de goede kant op zou gaan. Mm-hmm. Het verhaal wat ik net zei, je begint in 1998, er komt een wetswijziging in 2002... Waar op dat moment, naar aanleiding van de nota mensen wensen wonen van staatssecretaris Remkes, al plannen waren om het toezicht anders te positioneren. Er zit een brief in december 2005 van mevrouw Dekker waar ook aangekondigd wordt dat er het een en ander gebeurt met extern toezicht. Er zijn rapporten op dat moment van, ik meen de commissie De Boer 2005, commissie Schilder 2006, wat ik vanuit toezichtsoptiek een uitstekend rapport vind. En vervolgens mevrouw Vogelaar, die in het kader van de discussies met de sector over de verdeling van gelden en de projectsteun, ook weer aankondigd dat een andere governance structuur moet. De commissie Meijering, die dan is in 2008, meen ik. En dan vervolgens Van der Laan, die gaat naar de financiële autoriteit. Het is een proces waar je in staat en waar je op steeds hoopt dat je de goede kant op gaat. Die hoop heb ik ook steeds gehad. Er is één moment geweest dat ik dacht van laat maar. En dat is een conflict wat ik u ook beschreven heb in de besloten zitting. Waarvan ik toen dacht, ik heb het wel gehad. En toen heb ik een ontslag aangeboden. Dat heb ik bij mijn bestuur gedaan, want het bestuur is mijn werkgever. Het bestuur heeft het toen vervolgens gemeld bij de heer Van der Laan. En toen heeft de heer Van der Laan heeft een gesprek gehad met mijn bestuur. En die heeft vervolgens gevraagd, van, wil je blijven zitten? Want ik wil wat met de financiële autoriteit. En ja, daar zit wel een mogelijkheid in dat jij daar wat gaat doen. Toen ben ik blijven zitten, tot maart 2013. Ja. Je stipte zo ook minister Vogelaar aan. In dat interview, toezichthouder met de pet in de hand, zegt u, over mevrouw Vogelaar. Over het onderhandelaarsakkoord met Edis. Ik had het gevoel dat daar toezicht werd uitgeruild tegen de financiële steun van de corporatiesector voor de 40 vogelaarwijken van het kabinet. Kunt u dat toelichten? In 2006 was het rapport verschenen van de heer Schilder. Uh-huh. Dat was een rapport wat vanuit toezichtsoptiek een vergelijking maakte tussen Centraal Fonds, ik ben waarbouw fonds, het ministerie. Dat rapport concludeerde vervolgens dat het meest handige gewenst leek om het toezicht te concentreren bij het Centraal Fonds. En vervolgens was het dus inderdaad een overeenkomst, een akkoord tussen de sector en mevrouw Vogelaar, waarbij na veel duwen en trekken besloten werd om over te gaan tot projectsteun voor de 40 wijken. Mm-hmm.
En in dat akkoord stonden zinnen over het opnieuw bekijken van de governance. Nou, dat was voor mij het signaal dat we blijkbaar toch niet door zouden gaan op de manier waarop het rapport van de commissie Schilder was neergezet. En dat we toch weer naar een andere optiek wilden. Daar komt die vergelijking van dat ik het gevoel had dat we uitgeruild werden vandaan. En vervolgens kwam de commissie Meijerink. Die haalde toezicht ook weer weg bij het Centraal Fonds. Dus ja, ik heb het gevoel gehad dat het uitgeruild was, ja. De minister of het ministerie voert het volkshuisvestelijk toezicht uit. Hè? De rechtmatigheid, de prestaties en de integriteit zelf uit. Ja. Wat vindt u ervan dat het ministerie dat zelf doet? Dat is een keuze die gemaakt is. En nogmaals, ik heb eerder vanmiddag gezegd, ik zou het erg goed vinden als de combinatie van volkshuisvestelijk toezicht en financieel toezicht op afstand van het ministerie wordt neergezet. Dat is niet gebeurd. En het tweede wat ik daarom betreur is, ik heb in al die jaren bij die individuele oordeelsbrieven van corporaties eigenlijk nooit een goed oordeel gelezen over het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties. De brieven gingen in op rechtmatigheidsoordeel, de brieven gingen in op financieel oordeel, maar het volkshuisvestelijk presteren is nooit een afgerond toezichtonderwerp geweest. Vond u onder de maat? Ja. En wat voor problemen levert het op als deze vormen van toezicht bij het ministerie zitten in de relatie met het Centraal Fonds? Je krijgt een belangenafweging tussen de beleidsvoorkeuren en de toezichtsoordelen. Dat kan brengen. Ik zou het normaal vinden dat toezicht een oordeel geeft over de effecten of de realisaties vanuit beleid. En dat beleid vervolgens rekening houdt met de uitkomsten van toezicht. Maar je moet ze niet in een voorfase door elkaar mengen. Want wat gaat er dan mis als je ze mengt? Ik vermoed dat beleid altijd de voorkeur krijgt. Opportunisme vanuit beleid is een mooi begrip in ons land en dat gaat nog wel eens op. Bent u wel eens gebeld door een minister van, beste meneer Van der Molen, doe niet zo moeilijk met het toezicht? Ik ben tot nu toe niet gebeld door ministers met doe zo moeilijk met toezicht. Of een staatssecretaris? Ook niet. Nee, moet volledig zijn. Hè? Ja, nee. Geen enkele bewindsman of bewindsvrouw heeft gebeld met doe niet zo moeilijk. Okay. Althans niet als het gaat over het onderwerp van financieel toezicht. En zo vaak zag ik over bewindslieden ook niet. Nee. U heeft in een interview gezegd dat u vindt dat het Centraal Fonds in de casus Vestia niet heeft gefaald, dat is ook NRC van 12 juni, omdat het waarborgfonds WSW volgens u de derivaten monitorde. Ja. Waarop baseerde u dat? Er is in het voorjaar van 2009 in een informeel overleg van waarborgfonds, ministerie en Centraal Fonds. En daarbij waren aanwezig de heer Van der Post, oud-bestuurder van het waarborgfonds, de heer Schaap en de heer Van Giezen en mijzelf. Melding gemaakt door het WSW dat een aantal corporaties in 2008 problemen hadden met margin calls en dat er tijdelijk liquiditeitssteun verleend moest worden. Dat betrof niet Vestia. En toen was de discussie van hoe verder. En toen heeft het WSW aangegeven dat zij dat er meer bovenop zouden zitten, dat zij het zouden monitoren. Mm-hmm. Ik heb toen zelf daar gezegd van als jullie dat doen gaan wij het niet doen. Mm-hmm. Ik heb dat ook intern in de organisatie diezelfde dag verteld. Het WSW gaat daar meer op monitoren, wij gaan het niet doen. En als ik kijk naar de teksten van de website of van de jaarverslagen, dan ben ik er ook van uitgegaan dat het WSW dat deed. Wat ik mezelf achteraf verwijt is dat dat gewoon niet in goud is vastgelegd. Nee, het was een aanname. Nou, het is een uitlating die gedaan wordt in een gesprek tussen een aantal mensen waarvan je mag verwachten dat ze elkaar vertrouwen. Ja. Dus het WSW heeft gefaald bij het toezicht op de derivaten? Dat is niet aan mij om dat te oordelen. We hebben hier de Erens gehad. Die zei letterlijk, ja, het CFV mag ervan uitgaan wat ze willen, maar zij zijn financieel toezichthouder, het CFV. Nee, heeft hij ook volkomen gelijk aan. Er zijn twee dingen die een rol spelen. In 2009 heb ik zelf intern in de communicatie gezegd, het WSW gaat er bovenop zitten. En vanuit hun taakstelling, het borgen van leningen en het mogelijkheid die zij hebben om tijdelijke liquiditeitssteun te geven. Als een corporatie dus met margin calls in problemen komt, kunnen zij tijdelijke liquiditeitssteun geven. Dat mag het Centraal Fonds niet. Het Centraal Fonds mag alleen solvabiliteitssteun geven. Vond ik dat wel een logische? Als je kijkt vanuit de optiek van financieel toezicht ligt bij het Centraal Fonds, ja, dan had ik in 2009 moeten zeggen, ja, derivaten is een onderdeel van het werk van het Centraal Fonds. Geen twijfel over. Dus in die zin heeft de heer Eens gelijk. We hadden dat onderwerp eerder moeten oppakken. We hebben het onderwerp pas in 2010 op de agenda gezet. Dat is dus te laat. Ja. En dat verwijt ik mezelf en dat vindt u ook terug in de interviews. Ja. We hadden het, collega Groot zei er iets over het WSW als toezichthouder. Ja, hoe verhoudt zich dat met de privaatrechtelijke status van het WSW? Ja, volgens mij is de Nederlandse Bank ook een stichting. Dat is het Waarborgfonds ook. Dus blijkbaar is privaatrechtelijke karakter niet een hindernis als het gaat om het uitvoeren van toezicht.
Voor mij is het vooral van belang dat er een heldere taakomschrijving staat in de wet en dat er een heldere omschrijving staat van de mogelijkheden van interventie. En dan maakt die status niet zoveel uit? Ik denk niet dat het dan uitmaakt of het privaatrechtelijk of publiekrechtelijk is. Het enige wat misschien verbazingwekkend blijft is dat het WSW, althans dat voor mij lange tijd niet duidelijk was wie toezicht op het WSW heeft uitgeoefend. Er was een raad van commissarissen, ja. Die kijkt natuurlijk gewoon naar de belangen en de continuïteit van het waarborgfonds. Maar het gegeven dat het waarborgfonds opereert in het publieke domein, mm-hmm. en met de mogelijkheid van garantie en borgstelling mm-hmm. Zo'n groot belang had, mm-hmm. zou wellicht hadden kunnen rechtvaardigen dat er ook een andere vorm van toezicht was geweest. Ja, en of het nou het ministerie van Binnenlandse Zaken was geweest, of de Nederlandse Bank, of het ministerie van Financiën, dat maakt me niet uit. Maar tot op de dag van vandaag is me dat niet helder. In de praktijk lijkt de samenwerking tussen het Waarborgfonds, het WSW en het Centraal Fonds moeizaam te werken. Hoe komt dat nou? Een dubbele discussie. Enerzijds de verschillende verantwoordelijkheden die je beide hebt. Tweede, wat in ieder geval bij mij nooit erg geholpen heeft, is de onduidelijkheid over de positionering van het Centraal Fonds. Ik noemde net al een aantal rapporten in de periode tussen 2004 en 2008, waarbij volstrekt onduidelijk was wat de toekomst was van het Centraal Fonds. Een interview in 2005, ik meen in Cobouw, waarbij door de bestuurder van het Waarborgfonds wordt gezegd dat hij het financieel toezicht kan overnemen, helpt natuurlijk ook niet echt aan een effectieve relatie. En die onduidelijkheid en positionering en ook niet precies helder hebben wat de een wel doet, de ander niet doet, waardoor toch een soort concurrentieverhouding ontstaat, maakt dat die verhouding niet goed is. En had het ook te maken met het feit dat het Waarborgfonds informatie niet deelde met het Centraal Fonds? Ja, dat wisten we vanaf 1997, dus dat was niet het pijnpunt. Wat wel lastig is, dat zag je bijvoorbeeld ook bij WSG. Op een gegeven moment wordt dan inderdaad de kredietwaardigheid van een instelling ingetrokken. Op dat moment moet je dus handelen als Centraal Fonds. Dus gewoon wettelijke opdracht om dan te zorgen dat de sanering in werking treedt. Maar het is natuurlijk wel handig als je een beetje ingeleid wordt in het gegeven dat op een gegeven moment een organisatie de kredietwaardigheid intrekt. En dat het ogenblikkelijk betekent dat er dus een beslag wordt gelegd op het vermogen van de sector. Ja. En de bedrijfscultuur tussen de beide organisaties, is dat een verschil? Ik heb te weinig inzicht in de cultuur van het WSW om daar een antwoord op te geven. En de persoonlijke verhoudingen tussen de directeur van het WSW en de directeur? Was uitstekend. Daar lag het niet aan. Okay. Hoe was uw relatie met de branchevereniging EDES in het kader van uw toezichthoudende taak? Ik denk in de periode tot Calon moeizaam. Mm-hmm. Ik geloof dat de heer Calon op een gegeven moment een keer bij mij op bezoek kwam. Dat ik inderdaad de zin uitsprak van dat is de eerste keer dat een vertegenwoordiger van de landelijke centrale bij mij op bezoek komt. Toen viel hij ze wat van zijn stoel af. Maar dat zegt ongeveer wel hoe de verhouding voor die tijd is geweest. Ja, dat was helemaal geen verhouding als je niet met elkaar... Nou, we zagen elkaar formeel twee keer per jaar in overleg over zaken aangaande de sector. En we legden elk jaar onze beleidsregels voor aan EDES om commentaar te laten geven op wat we dat jaar wilden gaan doen via de beleidsregels geuit. Was u nog steeds dat ongewenste kindje? Ik heb niet het gevoel dat ik tot de warme kring van vrienden van de heer Van Leeuwen heb behoord, nee. Is dit een eufemisme? Ja. Welke rol wilde de branchevereniging spelen in het toezicht? Volgens mij zat de branchevereniging ergens rond de eeuwwisseling op het thema van de zelfregulering. Dat wilden ze tot uitdrukking brengen via benchmarking, via de EDES-code, via visitatie. Het ontwikkelen van de EDEX, het zijn allemaal uitwerkingen van een bepaald voornemen. Waarbij ook discussies werden gevoerd in die tijd over meer loskomen van de overheid, corporatie meer zien als ondernemer. En ook zelf discussies zijn gevoerd over het weghalen van de overheid uit de achtervang van het Waarborgfonds. Dat denk ik allemaal symptomen van een strijd vanuit de sector tot een grotere mate van ondernemerschap, grotere mate van vrijheid. Terwijl wat mij betreft de kern nou juist zit in het werkzaam zijn in het publieke domein. Dus wel degelijk de bemoeienis van de overheid een van de meest belangrijke factoren is. En het zekerheidssysteem wat we hebben in ons land vind ik echt een van de mooiste die ik ooit heb gezien in de wereld. Het kost de overheid formeel geen cent, zolang het goed gaat. Ja. We hebben in het voor van de heer Calon stilgestaan bij wat in het EDES magazine gebeurde met een oordeelsbrief. Ja. Dat was deze foto. Hij werd verscheurd. Ja. Wat vond u van die foto? Ik vond het gênant dat het gebeurd is. Ik vond het gênant dat een vereniging als EDES dat op de voorpagina heeft gezet. Maar het zegt wel iets over de houding vanuit EDES naar een toezichthouder. De heer Calon zei, ik ga niet over dat magazine, het is geen Pravda. Hij zei wel dat het dom was. Heeft dat nog tot een follow-up geleid? Nee.
Ik heb nergens iemand horen of zien twitteren of wat dan ook dat dat iets was wat niet kon. Geen vragen naar het ministerie, waar ik wel gezegd heb dat ik het op zag gezegd een weinig smakelijke actie vond. Geen enkele geen vraagstelling in de Tweede Kamer, geen berichtgeving anders. Het blijkt voor me dat er normale actie is. Ja, oké. Okay. Dank u. Kijk naar collega Groot. Ja, nog even. Meneer Van der Molen, u zei dat u het tot uw taak acht om toezicht te houden in het publiek belang. Dat volkshuisvestelijke middelen in het publieke belang besteed worden. Vanuit die opvatting komt u ook tot uitspraken over vermogensovermaat. Nou heeft de heer Van Leeuwen daarvan gezegd, ja, dat is een term met een politieke lading. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het gevoel daarover heel erg dicht aan ligt tegen mijn laatste antwoord op uw collega Mulder zijn vraag. Kijk, corporaties werken in het publieke domein. De discussie over de verantwoordingsplicht en over de bestedingsplicht van het vermogen en het inzetten van een centraal fonds als een bijna een soort touw waarbij al die vermogens met elkaar verbonden zijn. Waarbij in dat besluitbeheer sociale huursector is neergelegd dat als de corporatie voldoende heeft gedaan aan zijn eigen voorraad, gekeken moet worden of daar niet wat breder in de sector mee gedaan kan worden. Daar zit er nog net de meerwaarde voor het publieke domein. En staatssecretaris Remkes had gevraagd van, valt er op een of andere manier een nadere invulling te geven aan dat artikel 21 lid 2 van het BBSH. Nou, daar is de discussie over de overmaat van vermogen uit voortgekomen. En wat daar zeker een rol speelt in die tijd. Als je kijkt naar de ontwikkeling van dus haaks maar even de rijkdom van woningcorporaties, er zijn er vier hele cruciale elementen die in die tijd volledig golden. Dat is de bijna jaarlijkse stijging van de waardering van het vastgoed. Ik bedoel, de WOZ-waarde die ging ontzettend omhoog. Dat was ook duidelijk merkbaar in de vermogenstoename. Je zag corporaties toen met een huurbeleid wat boven inflatie zat. Dat heeft gewoon cash nodig opgeleverd. Je zag heel veel corporaties toen met de herschikking van hun portfolio van leningen tegen lagere rentetarieven. Dat heeft gigantisch veel opgeleverd. En je zag natuurlijk de verkoop van woningen, wat elk jaar een 2,5 miljard opbracht. Dus zowel in vermogenstermen als in liquiditeitstermen ging het erg goed met de sector. Tegelijkertijd hadden we met die volkshuisvestelijke prestaties, zie de bouwproductie, geconstateerd dat in 2001, ik meen iets van 12.500 woningen werden gebouwd. Nou, dat is een bedroevend laag aantal. Dus er was inderdaad zowel in de Tweede Kamer, bij verschillende bewindslieden, ook wel de drang om te komen tot een beter en meer investerende corporaties. Nou, die term van is een corporatiesector in staat tot meer investeren? Is dat vermogen in staat om beter aangewend te worden? Is het thema wat we hebben opgepakt en tot uitdrukking hebben proberen te brengen met het C-oordeel? Een corporatie heeft voldoende vermogen. Je zou gezien de omvang van dat vermogen en hetgene wat je gedaan hebt meer kunnen doen. Dus ga dan ook meer doen. Dat is het C-oordeel. Dat bij de sector niet altijd even aardig werd gevonden, dat snap ik. Maar volgens mij heeft de sector ook een paar keer zelf mogelijkheden gehad om in een akkoord met het ministerie, zeker de Kamer, overeenstemming te bereiken over een grotere productie vanuit de sector. Ja, want het klinkt toch een beetje als een disqualificatie. Als je een vermogensovermaat, ja, u doet te weinig. Ja, maar voor een aantal corporaties gold dat ook wel. Ik weet wel, toen wij net begonnen met Centraal Fonds, hebben we op verzoek van de gemeente Groningen en Utrecht een doorrekening gemaakt van wat de corporaties in die gemeente konden doen. Er zat een groot verschil tussen wat er in Groningen en Utrecht gebeurde. In Groningen hadden we een aantal corporaties met een toenmalige wethouder die zeg maar blij waren met het rapport, waarbij we overigens constateerden dat corporaties toch meer mogelijkheden zouden hebben om te investeren. En vervolgens een goede discussie ontstond wat mij betreft over meer investeren in de stad Groningen. Bij Utrecht leidde dat even tot een discussie van een aantal corporaties die ontdekten dat als we niks doen de komende jaren, worden we financieel alleen maar rijker. Ja, volgens mij is daar de corporatiesector niet voor bedoeld. Oké, dank. Dank, heren Mulder en Groot. Het woord is aan collega Hashi. Meneer Van der Molen, u heeft de verhoren goed gevolgd. Het klopt, de commissie wil het met u ook hebben over WSG. Ja. De corporatie in Geert Ruidenberg, die vooral in de problemen kwam vanwege de grondposities. Ja. Het CFV, het Centraal Fonds, waar u directeur was, die signaleerde in een vroeg stadium de risico's bij WSG. Ja. En in de periode 2006 tot 2009 wordt WSG door het CFV ook geselecteerd voor nader onderzoek. Wat alleen opvalt, is dat het CFV haar oordeel 3 jaar op rij steeds bijstelt naar een positief oordeel. Hoe kan dat? Het woord bijstellen is niet correct. Met excuus dat ik u dat verbeter. Want dat is in de zin dat wij een beoordelingsmodel hebben waarbij corporaties geselecteerd worden. Die selectiemethodiek is zodanig opgebouwd dat je probeert op zoveel mogelijk factoren corporaties te selecteren
vanuit de angst dat je iets mist en dat je vervolgens in een situatie als deze terechtkomt. Dat wil je niet. In die selectie van corporaties wordt vervolgens gekeken naar wat heeft de corporatie opgegeven. Zijn de opgegeven bouwaantallen juist? Zijn de opgegeven kaststromen juist? Zijn de opgegeven verkopen juist? Zijn de opgegeven aantallen te onderhouden en verbeteren woningen juist? Zijn er andere aannames die van belang zijn om tot een oordeel te komen? Wat we bij WSG zagen is een aantal zaken. Die hebben deels te maken met een toename van bouwen met zorgvastgoed. Zorgvastgoed kent toch wat andere uitgangspunten in de berekening van de ontwikkeling van de geldstromen dan normaal vastgoed. Kortere levensduur, bijvoorbeeld geen 50 jaar, maar bijvoorbeeld 30 jaar. Er zat relatief veel nieuwbouw bij. Dus zij weken af van bepaalde signaleringspunten die wij in ons model hadden zitten. Dat hun onderhoudslasten veel lager waren dan gemiddeld. Nou, als je net nieuwbouw hebt, is dat begrijpelijk. Dus met dat soort argumenten en het gegeven dat er woningen waren opgegeven die bij wijze van spreken pas over 8 of 9 jaar gebouwd kunnen worden, kun je dus de bouwproductie wat bijstellen. Met dat soort elementen is na selectie vastgesteld dat wat de corporatie had ingediend wel degelijk reëel was en kon leiden tot een positief oordeel. Maar ze zijn dus het klopt elk jaar niet het beeld wat wij uit ons onderzoek hebben gehaald, dat het Centraal Fonds iets minder positief oordeel heeft, misschien zelfs een negatief oordeel heeft, omdat dat uiteindelijk toch in een vorm van bijstelling, daarom gebruik ik ook dat woord, teruggedraaid is. Nee, het lastige is dat hebben we intern ook wel een discussie over gevoerd. Zeker naar aanleiding van een publiek debat tussen mij en de toenmalige burgemeester van Geertruidenberg. Is op het moment dat je selecteert het woord oordeel wel op zijn plek. Mm-hmm. Had je daar geen ander begrip voor moeten gebruiken. Wat er gebeurt, je bent geselecteerd op basis van een aantal signaleringselementen in die systematiek. Op basis van vervolgens de plekken bij de corporatie kijken wat er aan de hand is. Zijn de cijfers juist, zijn de aantallen juist, zijn de voornemens juist, zijn de andere dingen die relevant zijn. Leidt dat tot een oordeel. Bij WSG is dat in alle gevallen tot 2010 is dat dus een A-oordeel geworden. Terwijl ze in de selectie wel waren geselecteerd als waren dat geen A-oordeel. Een B-oordeel. Maar dat zou je een B-oordeel kunnen noemen in die terminologie. Maar hoort daar ook bij een gesprek met de directeur van de woningcorporatie? Het kan de directeur zijn, het kan het hoofd van financiën zijn en soms een raad van toezicht, afhankelijk van de omvang van de woningcorporatie. U gaf eerder in het verhoor aan dat u in het geval van WSG toch wel een discussie waard vond of het Centraal Fonds daar tijdig genoeg heeft ingegrepen of in ieder geval het probleem serieus heeft zien groeien. Kunt u dat toelichten? Ja, met alle plezier zelfs. Er zijn twee dingen die wat mij betreft een rol spelen. Enerzijds is op een gegeven moment ook door mij in de openbaarheid het woord misleiding gebruikt. Ik heb ook naar aanleiding van het verhoor met u in de besloten sessie dat dossier nog maar een keer opgepakt met de vraag wat is er gebeurd. Ik durf hier ook met rechte reden zeggen dat in al die jaren gewoon de opgave van de grondposities niet is geweest wat het zou moeten zijn. In 2008, 2009, 2010, 2011 zijn onjuiste grondposities opgegeven en zijn niet alle projecten gemeld. Dus u gebruikt de misleiding voor die ik gebruikt heb is volkomen terecht wat mij betreft, nog steeds. Dus u gebruikt dat woord misleiding ja, in dit geval dat wel? Dat hou ik recht overeind. In 2012 bestond er voor de eerste keer inzicht in de complete omvang van de grondposities van WSG, in de jaren daarvoor niet. En dat is niet opgemerkt door bestuur, niet opgemerkt door een interim bestuur, niet door de Raad van Commissarissen en niet door de accountant. En als we heel kritisch naar het Centraal Fonds kijken, als u heel kritisch naar uw eigen organisatie kijkt, had dat niet zelf gesignaleerd kunnen worden? Helemaal niet? Als ik een jaarrekening krijg met eronder een handtekening van een bestuurder en vervolgens een verklaring van een accountant, vind ik dat ik als extern toezichthouder mag vertrouwen op die twee handtekeningen. Vervolgens is een accountmanager van het Centraal Fonds gaan aanschuiven bij vergaderingen van de Raad van Commissaris van de WSG, van de corporatie. Ja. Vindt u dat passend als toezichthouder? De uitnodiging was gericht aan de heer Theo Nieuwhuis van het ministerie van BZK. Die kon niet en die heeft toen mijn collega Mark Hesselman gebeld met de vraag of hij hem kon vervangen. Maar dan blijft mijn vraag nog steeds staan. Vindt u dat passend? Ik vind dat passend omdat op dat moment de situatie was ontstaan dat de bestuurder naar huis gestuurd was, een deel van de Raad van Commissaris naar huis gestuurd was. En dat de heer Lentzen, die net benoemd was daar als interim voorzitter, op dat moment even steun zocht bij een van de partijen om precies te weten wat er aan de hand was. Ik vond het op dat moment legitiem. Legitiem? Ja. Maar als ik u vraag, is het passend voor een toezichthouder om aan de tafel van de Raad van Commissarissen te gaan zitten? In die situatie waar dus een Raad van Toezicht naar huis is gestuurd, een interim zit, net een nieuw bestuur zit, een interimmer, vind ik het inderdaad legitiem. U ziet daar geen nadelen als in? Als uitzondering is dat geen nadeel, nee. Mits hij zijn rol gewoon helder invult. En hij is geen besluitvormend onderdeel van de Raad van Commissarissen. Ja. Als we het hebben over de cijfers van WSG, u haalde dat net al aan in termen van misleiding. Maar vanaf 2006 zijn de cijfers eigenlijk al zeer afwijkend.
Uit ons onderzoek is dat gebleken, want WSG heeft dan al bijna 3 keer zoveel leningen als vergelijkbare woningbouwcorporaties in de regio. Hoeveel ruimte was er nu voor woningcorporaties om een eigen financiële koers te varen? Ja, die vraag moet u eigenlijk aan het waarborgfonds stellen. Die bepaalde de omvang van het faciliteringsvolume en dus de aan te trekken financiering. Maar u was financieel toezichthouder. Ja, maar het is natuurlijk een rare situatie dat we een waarborgfonds hebben wat voor 3 jaar faciliteringsruimte geeft. En dat wij daar vervolgens een oordeel over zouden hebben. Zo was de situatie niet. Maar de feitelijke vraag, hoeveel ruimte was er nu voor zo'n woningcorporatie? Kunt u daar wel antwoord op geven? Het antwoord is dat ze voor 3 jaar faciliteringsvolume konden krijgen. Dus financiering konden aantrekken om nieuwbouwvoornemens te pakken. We hebben de heer Span hier ook verhoord. Ja. En die gaf aan dat het Centraal Fonds, wat hij bureau stiekem noemde, dat hij vond dat het Centraal Fonds eerder op de rem had moeten staan. Wat vindt u van deze uitspraken? Ja, als hij vindt dat wij eerder op de rem hadden kunnen staan, had hij dat zelf ook kunnen doen. Dat is een antwoord, maar als we nou ingaan op zijn punt dat Centraal Fonds eerder... We hebben dat niet gedaan, niet eerder dan 2010. Toen hebben we een A2-oordeel gegeven met het verzoek om een herstelplan, omdat we op dat moment geen vertrouwen meer hadden in wat hij op papier, dan wel in woord, naar ons overbracht over wat hij presteerde. Als je het hebt over de periode daarvoor, want daar duidt die vraag vermoedelijk op. In de jaren 2007, 2008, 2009 zijn er steeds gesprekken geweest met de heer Span en andere mensen van de organisatie, waarbij er steeds elementen over tafel gekomen zijn, waardoor wij het gevoel kregen dat er voldoende vertrouwen te stellen was in de bestuurder, dat hij kon realiseren wat hij wilde. Hij verkocht woningen, in tegenstelling tot sommige andere partijen in de regio wel. Hij haalde garanties binnen bij provincie en gemeente voor nieuwbouwprojecten, wat ik op zacht gezegd ook wel een knap stukje werk vond. Hij realiseerde een kwaliteit van zorgvastgoed, waarbij over het algemeen erkend werd dat het een hoge kwaliteit had. En hij realiseerde wel zijn programma's. Ja, dus we hadden in die periode dat ook het Centraal Fonds in dit geval vertrouwen We hadden op dat moment vertrouwen dat hij dat kon doen. En dat vertrouwen was weg in 2010. Toen kwam er opnieuw iets boven tafel van grondposities waarvan we nog niet eerder gehoord hadden. En toen hadden we iets van, hé, wat is er precies aan de hand? Hoe kijkt u terug op de rol van het Centraal Fonds als het gaat om WSG? Als ik kijk naar die periode, hadden we misschien ook in 2009 wel een A2-oordeel kunnen geven met een herstelplan. Dat hebben we niet gedaan, omdat we op dat moment voldoende vertrouwen hadden in de heer Span. Dat hebben we in 2010 dus een streep doorgezet en toen is het ook razendsnel gegaan. De afspraken gemaakt met de Raad van Commissarissen, eind 2011 is dat gebeurd. Vervolgens bleek in nader overleg tussen commissaris en bestuurder dat de afspraken opnieuw door de bestuurder geschonden werden. Daar hebben we de Raad van Commissarissen op de hoogte gesteld. Ik geloof dat de bestuurder toen geschorst is. Daarvoor was de heer Ruigrok, die ook bij uw commissie is geweest, op mijn verzoek aangeschoven als ondersteuning naar de bestuurder in het verkopen van bezit en van grondposities. Hij kwam uit de marktsector, had daar verstand van en leek ons een goede ondersteuning van de bestuurder. Wat op dat moment is toch betekend dat wij vertrouwen hadden in de bestuurder. Ik moet u even onderbreken, meneer Van der Molen, want u geeft nu een feitenrelaas. Terwijl mijn vraag was hoe u terugblikt op de rol van het Centraal Fonds. En volgens mij heeft u daar al helder antwoord op gegeven. Er is zeker een moment aan te wijzen waarin bijvoorbeeld in de beoordeling het Centraal Fonds steviger had kunnen zijn, maar er is nu eenmaal vertrouwd op de heer Span. En volgens mij is dat... Er is vertrouwd kunnen we het daarbij op laten. Niet zozeer de heer Span, als wel op de organisatie, dat wat ze voornamen om te doen, dat dat opnieuw gerealiseerd zou worden. En dat is in 2010 was dat vertrouwen weg. Ja, ik kom zo nog terug op WSG, want daar heb ik nog een aantal vragen over. Maar ik ga toch even door naar een andere corporatie, Rochdale. Ja. Bij Rochdale hadden we natuurlijk de bestuursvoorzitter, de heer Mullenkamp, die uit ons onderzoek toch echt blijkt tot zijn schorsing eind 2008 veel ruimte voor diverse vastgoedtransacties krijgt. U kreeg vanuit Centraal Fonds al eind 2004 een klokkenluider op bezoek. Die vertelde over de mogelijke misstanden en onder meer over de transacties die nu nog ter discussie staan. Kunt u vertellen hoe het gesprek met de klokkenluider verliep? Er zijn 2 klokkenluiders geweest. Het voorjaar van 2004 kreeg ik een telefoontje van een dame die een aantal dingen meldde over wat zij dacht wat misstanden waren binnen Rochdale. Ik heb die dame gevraagd om informatie. Dat wilde ze toen niet geven. Dan houdt het op. Ik bedoel, als iemand zijn naam niet geeft, zijn telefoonnummer niet geeft, geen informatie geeft, dan zou ik niet weten hoe ik dat moet achterhalen. Dat werd later het jaar een man die inderdaad informatie had. Die heeft vervolgens een gesprek gehad met 2 mensen binnen het Centraal Fonds. En die hebben dat vervolgens doorverwezen naar het ministerie, de IOD. Wat heeft het ministerie en het Centraal Fonds hiermee gedaan? Wij hebben het gemeld bij het ministerie en dat is de afspraak die we hebben. Als op het moment dat dat soort fraude of integriteitsschendingen komen, dan melden we dat bij de IOD van het ministerie en bemoeien wij ons niet verder met de zaak. Dat is gewoon de afspraak die gemaakt is.
Wat vond u ervan dat de IOD uiteindelijk tot de conclusie kwam dat er onvoldoende aanknopingspunten, zoals dat zo mooi heet? Daar kan ik niks van vinden, want ik heb dat rapport niet en ik ken de oordelen niet, ik ken de overweging niet, dus daar kan u mij geen oordeel over vragen. Dat heb ik niet. Hoe verliep in dit geval de samenwerking met het ministerie, tussen het Centraal Fonds en het ministerie? Als het gaat om Rochdale en de informatieuitwisseling, denk ik goed. Had het Centraal Fonds meer kunnen doen als het gaat om de misstanden bij Rochdale? We hadden afgesproken dat meldingen van integriteitsschending gemeld worden bij de IOD en dat we ons terugtrekken ter voorkoming van eventuele foute dingen in een mogelijk strafrechtelijk proces daarna. Die afspraak is ooit in het begin gemaakt en er is er altijd naar geleefd. Elke integriteitsschending is gemeld bij het ministerie en daarna trokken wij ons terug. Ja, het Centraal Fonds had niet eerder de misstanden boven water kunnen krijgen? Nou, we hadden al een enorme discussie op dat moment met het bestuur van Rochdale over de jaarrekening 2003... die is uiteindelijk in 2005 is dat oordeel vastgesteld en daar is ook een rapportage over gemaakt en die is aan de Kamer aangeboden. En daar staat volgens mij vrij helder verwoord wat wij gedaan hebben. Ik ga door naar de corporatie Woonbron. Ja, oké. En op basis van regelgeving moeten corporaties hun nevenactiviteiten, moeten ze dat op transparante wijze, moeten ze daar verslag van doen. En in het jaarverslag van Woonbron uit 2006 is niets terug te lezen over de meer dan 65 miljoen wat dan toe geïnvesteerd is in het project Het Stoomschip Rotterdam, terwijl dit wel in de managementletter staat. Wist u dat? Dus wat mij betreft twee dingen. Concreet antwoord op uw vraag is nee. Voor 2005 stond er een heel klein bedrag, van ik meen 6 miljoen in. Voor mij is het schip gekocht ergens in 2005 voor 1,75 miljoen, als ik het goed herinner. Een transactie van het kadaster voor ogen kan halen. In 2006 was dat bedrag verhoogd, dus ik meen tot 12 en een mogelijke garantiestelling voor 24 miljoen. Maar niet dat daar 65 miljoen was uitgegeven. De eerste keer dat ik zelf met dat schip, anders dan de verhalen uit het Rotterdamse, te maken kreeg, was een telefoontje van de tweede bestuurder van Woonbron, december 2007, die aangaf dat er wat problemen waren. Mm-hmm. Ik heb hem toen gevraagd van, wat ben je aan het doen? Had opdracht gegeven aan Deloitte Forensic Services om dat uit te zoeken. Ik heb toen met hem de afspraak gemaakt van, dan wacht ik dat rapport af, maar ik wil het rapport wel zien en met jou bespreken voordat het naar de Raad van Commissarissen van Woonbron gaat. Maar dat is de periode 2007 en verder wanneer de problemen... Was mij niet bekend dat er 65 miljoen geïnvesteerd was. Maar het klopt wel dat het Centraal Fonds op basis van jaarrekeningen toetst. Ja. Dan heeft het Centraal Fonds dit over het hoofd gezien. Dat weet ik niet. De jaarrekening van 2006, die zie je pas ergens in het voorjaar van 2007. En ik kan zo even vanuit deze plek niet herinneren op welk moment Woonbron zijn jaarrekening 2006 heeft ingediend bij het Centraal Fonds. Dus het kan best zijn dat dat pas in juni is geweest, dat de beoordeling 2007. Ja, dat is pas 2007. Corporaties maken een jaarrekening. Ja, ik begrijp het verschil tussen jaarrekening en jaarverslag. Er zit dus een tijdsverschil in. Dus als iemand zegt van je had in 2006 in december kunnen zien in de jaarrekening. Nee, dat had je niet kunnen zien, want we hadden de jaarrekening van 2006 nog niet. Maar daarmee zegt u wel dat u in 2007 als Centraal Fonds het er wel uit had gehaald, want dan had u de jaarverslag wel. Dat vermoed ik wel, want dat bedrag is een stuk groter dan wat in de begroting stond van 24 miljoen. Maar dat vermoedt u, maar u kunt niet hier met stelligheid zeggen dat Centraal Fonds dit eruit heeft gehaald. Ten geen stukken zijn mij bekend dat wij gesignaleerd hadden dat in 2006 al 65 miljoen was uitgegeven. We hebben hier ook de heer Erends gehad tijdens de verhoren. En hij gaf aan dat het Centraal Fonds in zijn beleving zich te veel op desk research richt. En dat ze veel meer eigenlijk langs de corporaties zouden moeten gaan. Ja, maar een reactie van u zou ik willen weten. Ik ben het eens. Heel simpel. Maar waarom is dat dan niet gebeurd? Er zijn denk ik drie elementen die een rol spelen in die discussie. Eén, we hebben in die beginperiode ontzettend vertrouwd op het model en de methodiek die we hadden. Waardoor er misschien iets ontstaat van, ik meen dat de commissie Hoekstra het ook gezegd heeft, iets van te veel administratief toezicht. Ik denk dat daar een punt zit waar zij gewoon gelijk aan hebben. We hebben intern een aantal keren gesproken over ook andere benaderingswijzen van het toezicht. Waarbij we gekeken hebben, moeten we ook niet meer op bezoek, moeten we niet over de werkvloer bij corporaties gaan, moeten we niet gesprekken hebben met de Raad van Commissarissen. Dat is denk ik om twee redenen niet gebeurd. Enerzijds de bijna jaarlijkse discussie over de omvang van het Centraal Fonds. Ik bedoel, er werken 40 man en ook even vanuit de politieke druk is er steeds gevraagd om bezuinigen, dus minder mensen beschikbaar. En twee, u moet niet onderschatten wat in de periode tussen 2008 en 2013 de uitvoering van de projectsteun betekend heeft voor zo'n kleine organisatie. Het beoordelen van die plannen, het uitbetalen van de gelden en het voeren van de juridische procedures, hoe politiek wenst ik ook allemaal, hebben een enorme druk gelegd op zo'n kleine organisatie. Ik denk dat de combinatie van die factoren geleid heeft tot een op een aantal vlakken misschien iets te veel achteroverleunen en vertrouwen op de modelmatige beoordeling. Ja. Dus ik deel de conclusie van de commissie Hoekstra. Ik deel ook wat de heer Erends zegt.
En zo precies de reden dat na de zomer van 2012 er intern besloten is tot een reorganisatie, waarbij we de organisatie iets anders opgebouwd hebben binnen Centraal Fonds, waardoor wat u vraagt nu wel gebeurt. Maar toch hoor ik in uw antwoord een echte verdedigingslinie waardoor het ook kan. En dat begrijp ik ook. Maar mijn punt is, als je het hebt over desk research, terwijl je ook iets meer energie kan steken door wel zelf op de werkvloer te komen kijken. Dat is iets wat je volgens mij ook kan regelen, ook als je minder mensen tot je beschikking hebt. Maar dat is mijn common sense gedachte bij uw antwoord. Nou, nee, ja en nee. Het zijn twee processen die we elk jaar moesten doen. De beoordeling van de solvabiliteit, de beoordeling van de prognose voor de jaren erop volgend. Dat zijn vrij intensieve processen. Die vragen vrij veel tijd en vrij veel menskracht. En de combinatie met wat ik net zei, het uitvoeren van de projectsteun plus een aantal incidenten die spelen, leggen een enorm beslag op de organisatie. Het idee dat je dan ook even gesprekken voert met alle raden van toezicht van op dat moment 450 corporaties. Maar daarmee zegt u nog steeds, ik ben het met ze eens, maar ja, het had niet gekund, zelfs als ik het had gewild. In capaciteitstermen hadden wij een groot probleem. Maar ik ben het met de opvatting daarvan wel eens. Dat was de reden van een van de oorzaken van de reorganisatie uit 2012. Ja. Ik ga weer met u terug naar WSG. Mevrouw Hashi, als ik u even mag onderbreken. Ja, dat mag zeker. Zijn even twee dringende aanvullende vragen van collega Mulder. Ja. Even terug naar de grondpositie van WSG. Ja. We hebben de heer Ruigrok hier gesproken. En die zei van ja, de grondposities van het WSG die pasten niet in de modellen van het Centraal Fonds. Die konden we helemaal niet goed opgeven. Klopt dat? Nee. Ik heb met ze vrij geweest en ik weet niet of ik het zo snel kan vinden om nog een staartje mee te nemen. Van de beoordeling uit 2006, waarbij al duidelijk met de toen opgegeven grondposities, die mag voor mij hebben, duidelijk was dat ze in de nullijn kwamen. Maar het veronderstelt dus wel dat de juiste aantallen grondposities werden opgegeven. En ook de heer Ruigrok in 2011 is niet in staat gebleken om de juiste aantallen grondposities op te geven. Dus het lag ik vind het dan iets te goedkoop om te zeggen dat het model niet klopt. Okay. En dan het tweede. In het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 2009, daaruit blijkt al dat WSG de grootste grootgrondbezitter is van Nederland. Ja. Met 205 hectare. Moet je dan als toezichthouder daar niet extra alert op zijn? Nee, ja. Dat is bijna een vraag die je niet anders kunt beantwoorden dan met ja. Dat ga ik dus niet anders beantwoorden. Het zijn twee dingen die een rol spelen. We hadden zelf een onderzoek gedaan naar de grondposities. Mm-hmm. Daar was een reactie op gekomen van het ministerie van leuk, bedankt, maar we doen niks. Vervolgens hebben wij geen aandacht besteed aan dat rapport van het Bureau voor de Leefomgeving. Oké, dank. Dank meneer Mulder. Voordat ik het woord weer aan mevrouw Hashi geef. Dit kunnen wij houden als ja, commissie. Ja, zeker. Mevrouw de Bode, kunt u dit even aan de griffier geven? Mevrouw Hashi. Meneer Van der Molen, we gaan weer naar WSG. Ja. En in 2010 heeft Centraal Fonds een beoordeling waarin ze aangeeft dat WSG nieuwbouwplannen heeft, nieuwbouwactiviteiten. En waarvan het Centraal Fonds vindt dat ze niet passen bij haar vermogenspositie. En zowel het ministerie als het Centraal Fonds vinden dat WSG haar plannen moet bijstellen. Maar de heer Span, de directeur, die pakt dit niet, en misschien als ik het vriendelijk zeg, zeer, zeer moeizaam op. Wat voor acties heeft u toen ondernomen? Er zijn gesprekken geweest met de bestuurder, met een toelichting op het model en de uitkomst van A2... En ook aangegeven waarom we een herstelplan wilden. Vervolgens is ook een gesprek gevoerd met de Raad van Commissarissen van WSG. Met de mededeling dat we toch wel ernstige zorgen hebben over de ontwikkeling van de plannen en de rol van de bestuurder erbij. We hadden het gevoel, als je het dan hebt over twee organenmodel van bestuur en Raad van Commissarissen, dat het bestuur in dit geval wel heel erg de doorslag gaf. Waarbij op dat moment ook nog speelde dat in ieder geval één, op dat moment bekend bij mij, van de commissarissen een dagelijks leven een functie had als directeur van een zorginstelling die ook zaken deed met WSG. Dat vond ik vanuit governance optiek niet al te wenselijk. Mm-hmm. Het hebben ook aangegeven dat dat een probleem was. Vervolgens hebben we afspraken gemaakt met de Raad van Commissarissen over de uitvoering van een aantal zaken. Dat is ook vastgelegd in een brief. En dat heeft vervolgens geleid tot opnieuw een signaal toen bij ons duidelijk werd dat er weer getracht werd een bepaalde financiering aan te trekken door de bestuurder, richting de commissarissen, dat we vonden dat dat niet kon. Dat heeft vervolgens geleid tot een gesprek met de commissarissen en vervolgens hebben de commissarissen een gesprek gevoerd met de bestuurder. En ertussenin zat voor alle duidelijkheid nog de noodzaak die we hebben aangegeven bij de commissarissen,
dat het ons slim leek om de bestuurder te ondersteunen in het kwijtraken van een aantal posities van grondzaken en andere projecten. Had het Centraal Fonds voldoende middelen om dus door te pakken bij WSW? Nee, het gaat dus gewoon een gesprek wat hart tegen hart is en waarbij je aangeeft dat je weinig vertrouwen hebt in de mensen die tegenover je zitten. Ja. Maar in uw antwoord beluister ik dat u het liefst ook andere middelen had gehad. Welke middelen dan? Nou, we hebben al vanaf 1998 het pleidooi gehouden om net als bij de Nederlandse Bank de bewindvoerder te kunnen instellen. Ik zou bij een aantal corporaties wel erg leuk gevonden hebben als je daar vanuit de positie waar je zit en kijkt wat daar gebeurt, de mogelijkheid hebt om daar voor een korte periode iemand neer te zetten die orde op zaken stelt en vervolgens weer de zaken teruggeeft. Zo bedoelt u een middel dat het Centraal Fonds kan bepalen om een bestuurder in feite onder curatele te zetten. Dat zou ik nog steeds een heel nuttig instrument vinden als dat ook in de nieuwe situatie in de nabije jaren gaat gebeuren. In 2011 wordt er opdracht gegeven aan Deloitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Waarborgfonds, het WSW, dus niet verwarren met WSG. En dat komt ook omdat het Waarborgfonds 750 miljoen aan leningen heeft geborgd voor WSG, de corporatie. Ja. U heeft een kopie ontvangen van dat rapport van Deloitte. Herinnert u zich dit? Ja. Okay. Wat vond u van de rol die het WSW heeft gespeeld? Volgens mij heb ik in die mail, en ik lach vooral dat ik omdat vorige keer ik wat even kwijt was, maar ik heb... Heeft het verhoor van de heer Van der Post? Ik heb het verhoor van de heer Van der Post niet geheel gezien, stukken van gezien, maar ik heb wel die mail die u me destijds liet zien opnieuw gelezen. Ik sta nog recht achter de tekst van die mail en wat daar staat. Mm-hmm. Het is wat een van mijn collega's noemt, geef mannen van die leeftijd een hoeveelheid geld en het geld gaat branden in de zakken. Dat is gewoon wat er gebeurd is. Er was geen bestedingscontrole op de afgegeven volumes van de aan te trekken financiering. Wat is er gedaan met de opmerkingen in uw e-mail? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Heeft er zelf ook niet zelf naar gekeken of daar wat mee gedaan is? Want in uw mail staan aardig wat punten die uit dat onderzoek natuurlijk blijken, waarin het Waarborgfonds toch al wat verbeterpunten, op zijn zachtst gezegd, voor zich ziet. We hebben denk ik een aantal keren met de WSW om tafel gezeten om bepaalde punten ervan te bespreken, zeker de... Wat wij dan maar even noemen de wat vrij blijmoedige houding om zo makkelijk faciliteringsvolume af te geven. Wij gaan niet over het WSW. We hebben het scherper aangezet in discussies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het moment dat de discussie ontstond over staatssteun geoorloofd, niet staatssteun geoorloofd. De DAAP, niet DAAP kwestie. En dat moet je ook terug kunnen vinden in stukken. Wij hebben vanaf begin af aan, toen duidelijk werd wat daar gebeurde, gepleit voor de juridische en vermogensscheiding tussen DAAP en niet DAAP. Heel even terug naar dat rapport van Deloitte, waarin het ook gaat om de rol van het Waarborgfonds in deze. De heer Van der Post hebben we hier gehad in het voor. Ja. En die geeft aan dat hij dat rapport nooit heeft ontvangen en dat hij er ook nog nooit over gehoord heeft. Klopt dit volgens u? Hij heeft het in ieder geval niet van mij gekregen, dus ik neem aan dat hij gewoon de juiste woorden spreekt. Mm-hmm. Heeft hij hier inderdaad niet van kunnen weten? Dat weet ik niet. Die vraag had hij hem moeten stellen, weet ik echt niet. Maar als ik dus van het antwoord van de heer Van der Post afga, dan is het toch wel opmerkelijk dat dit rapport wel bij het Centraal Fonds bekend is, bij het ministerie, maar niet bij het Waarborgfonds, terwijl het rapport over het Waarborgfonds gaat. Is dat niet vreemd? En u mailt er zelfs over. Ja, omdat wij al langer wat twijfels hadden over het gemak waarmee die faciliteringsvolumes werden afgegeven. Dat was natuurlijk bij meer corporaties het geval, zonder dat daar bestedingscontrole was. Dat baarde ons wel zorgen. Ja, maar dat klinkt als praten achter de rug om over degene die, waar het precies om gaat. En die weet dus vervolgens helemaal van niets, ook niet van het onderzoek. Dat is een rare situatie, dat ben ik met u eens. Hoe heeft die dan kunnen ontstaan? Vindt u ook niet dat het Waarborgfonds... Ik vind niet dat ik de postbus ben van een rapport van een accountant die een opdracht van een andere partij iets doet, waarbij wij dan ook op een of andere manier beschikking krijgen over het rapport. En ik weet bij God niet hoe wij het rapport gekregen hebben. Ik geloof niet dat ik degene ben die dan de postbus moet zijn naar het Waarborgfonds. Maar het is een vreemde situatie. Ik bedoel, dat deel ik geheel met u. Geen twijfel over. Dus u vindt eigenlijk ook dat het Waarborgfonds dit rapport had moeten ontvangen? Dat was op zijn zacht gezegd handig geweest als ergens een gesprek georganiseerd was tussen in ieder geval BZK, Waarborgfonds, Centraal Fonds over... Kloppen de signalen bij een aantal corporaties dat die bestedingscontrole onvoldoende is als je kijkt naar wat er aan financieringsvolumes werd betrokken. En ongetwijfeld krijgen we zo meteen over Vestia, want daar is natuurlijk precies hetzelfde geweest. Het is wel handig inderdaad als er verbeterpunten zijn, dat degene die ze moet doorvoeren ook weet waar het over gaat. Ja, dat betekent zeker dat op het moment dat je, en ik ben een groot voorstander van steeds bedrijfsfinanciering, zeker als het gaat om staatssteun geoorloofde activiteiten. Maar het lijkt me ook goed als daar een vorm van bestedingscontrole over is en niet wat we natuurlijk bij een aantal corporaties hebben gezien, dat... Op het moment dat faciliteersvolume voor 3 jaar is afgegeven, dat als het ware gesleept wordt met dat geld naar andere activiteiten dan waarvoor ze bedoeld waren. Ja. Maar het is volgens mij niet aan het Centraal Fonds om dat te toetsen, want die rol hadden we niet. Had het ministerie dat rapport niet met het Waarborgfonds moeten delen? Want die was wel bekend.
het rapport. Ja, je zou bijna zeggen dat de formele toezichthouder van het Waarborgfonds had dat moeten doen, maar wie is de formele toezichthouder op het Waarborgfonds? U stelde eerder al dat die er niet was. Die was er niet. Eind 2012 wordt het traject van saneringssteun ingezet voor WSG. Ja. En zowel het CFV, het Centraal Fonds, als de minister communiceren dat er sprake is van een saneringssteun orde van grootte van 0 euro. Weet u nog wat voor berekening hier aan de grondslag? Hoe komt u aan de 0 euro? Ik heb me in alheid vorige week ook over verbaasd. Ik ken namelijk alleen maar een anticipatiebesluit waar ook mijn handtekening onder staat van 25 miljoen. En volgens een jaar later een saneringsbesluit van wederom 25 miljoen. Het komt uit de brief van de minister richting de Kamer. Oké. Okay. Nou ja, we hebben dus een anticipatiebesluit genomen in 2011 met een bedrag van 25 miljoen. Met daarbij de afspraak dat als WSG 17,5 miljoen besteedt, dat ze dat moet melden bij ons. En een jaar later is een saneringsbesluit genomen van wederom 25 miljoen. En weer ruim een jaar later is het bedrag van dik 100 miljoen gedaan. Dus even, misschien dat is de stap, ik kan slechts afgaan op de stukken die ik zelf getekend en voor een deel geschreven heb. Ja. We hebben van begin af aan rekening gehouden met een bedrag van 25 miljoen anticipatiebesluit. En ik heb die stukken ook bij me als u die wil hebben. Getekend en al. Nee, ik kijk ook even naar de voorzitter dat het handig is dat we de brief van de minister via de staf op kunnen. Waar misschien nou, verwarring ik zit, daar niet per se op nee, te wachten, maar de verwarring zit, daar kan ik wel iets van uitleggen. Kijk, toen duidelijk was begin 2011 dat er bij WSG wat aan de hand was in de omvang van grondposities en projectontwikkeling, is er ogenblik een discussie geweest over hoe gaan we verder met WSG. Er is toen een soort werkgroep ontstaan, waarbij ook WSW en BZK en WSG zelf betrokken waren, met verschillende scenario's. Blijft WSG zelfstandig voortbestaan? Wordt WSG overgenomen door een grote landelijke corporatie? Gaat WSW samenwerken met een aantal regionale clubs of daar nog een tussenvariant op? Maar het komt er wel op neer dat u aangeeft, er was geen sprake van 0 euro. Op dat moment hadden we het gevoel en de indruk, het is meer dan een gevoel, ook de indruk op basis van de toen bekende cijfers, omdat we op dat moment ook niet alle grondposities hadden, dat het niet echt een saneringsclub was, maar dat ze meer een liquiditeitsprobleem hadden. Dan is de volgende vraag van, ga je formeel een saneringsbesluit innemen of zegt de BSB... De vraag lag ik over, meneer Van der Molen. We hebben hier ook de heer Rijgrok gehad. En toen we het met hem hadden over die 0 euro aan saneringssteun, zoals in ieder geval richting de Kamer is gecommuniceerd, toen gaf hij aan dat het Centraal Fonds geen saneringssteun wilde bieden. Omdat zij WSG zagen als het voorbeeld zoals het niet moest en dat ze het zelf maar moesten oplossen. Herkent u dan de 0 euro? Nee. Nee, ik wou net, als, met alle respect, u stelt mij de vraag, hoor. Ook daar geen discussie over, dat zou onzinnig zijn. Mijn motivering zat hem in het feit dat twee dingen een rol speelden. Eén, met de op dat moment bekende informatie, en nogmaals, we hadden dus niet alle grondposities in beeld. We hadden een aantal andere partijen, op zich zeggen wel hele deskundige partijen, ingeschakeld in de berekening van de financiële positie van WSG. Was er een beeld van het is geen saneringscorporatie. WSW gaf aan dat zij kredietwaardigheid wilde intrekken. Nou, dan spelen er twee dingen een rol. Op het moment dat WSW kredietwaardigheid intrekt, moeten wij acteren als een naadloze aansluiting. Naadloze aansluiting, geen punt van discussie. Uh-huh. De volgende vraag is hoeveel geld gaat erin? Dat is een beleidsmatige afweging met Centraal Fonds. U gaat heel snel. Heel even. Sorry. U zegt de naadloze aansluiting, dat is helder. Dat betekent als WSG als kredietwaardig, niet kredietwaardig wordt gezien door het Waarborgfonds, dan zal het Centraal Fonds moeten gaan saneren. Ja. Die 0 euro waar ook de heer Rijgrok het over had, die gaf aan dat het Centraal Fonds op de stoel zat van het WSG. Krijgt geen saneringssteun. 0 euro, omdat zij het zelf maar moeten gaan oplossen. Omdat het Centraal Fonds ook een voorbeeld wilde stellen. Klopt dat of klopt dat niet? Het is beeldvorming op basis van discussies. Mag ik proberen mijn beeld te geven? Daartegenover. Wij hadden twee dingen die een rol speelden. Eén, de snelheid waarmee geconstateerd werd, er is een probleem bij WSG, dus pompen maar enige tientallen miljoenen guldens in. Dat is bij mij een beetje te makkelijk. Uh-huh. Die discussie hebben we bijvoorbeeld ook met servaties gehad. Ik heb ook in de gemeenteraad van Maastricht mogen uitleggen dat als het fout gaat met servaties, we niet even 50 miljoen op tafel leggen. Dat lijkt me ook een beetje raar. Daar zit een tweede discussie bij. Blijkbaar ontstaat een soort beeld van dat je van allerlei projecten mag ontwikkelen tot en met commercieel toe. En dan gaat het fout en dan mag de sector ophoesten. Daar heb ik hele grote moeite mee. Uh-huh. Speelt daar ook mee dat het Waarborgfonds hierin ook een rol heeft? Het Waarborgfonds... Mijn tweede argument. Door problemen ontstaan doordat een ander instituut blijkbaar heel ruim faciliteersvolume opentrekt. Daar niet kijkt naar bestedingscontrole. Blijkbaar andere dingen gebeuren met het geld waarvoor het bedoeld was.
En ook daar dan volgens gezegd wordt, niet meer kredietwaardig, Centraal Fonds lossen problemen op. Die twee hebben mij een rol gespeeld. Ik dacht van, oh, het gaat niet zo 1, 2, 3 zo makkelijk. Ja, dus waar we het derde element, dan ben ik echt compleet, is dat in die discussies, ik zelf de discussie geopend heb met een aantal Brabantse corporaties, Breeburg Wonen, Kassade, Thuisvester, Allee Wonen, met de vraagstelling, zien jullie mogelijkheden om BSG op te lossen? In die zin, er moet één ding volstrekt helder zijn, ook op basis van dit gesprek tussen u en mij. Uitgangspunt bij sanering is dat het sociale woningbezit behouden blijft. Mm-hmm. En dat een huurder dus geen last heeft van een sanering. Dat wordt dus uitgangspunt. Daar was het voor bedoeld. Daar is de solidariteit voor bedoeld. De keerzijde is dat als een bestuurder maar gewoon zijn gang gaat, allerlei leuke dingen doet en dus denkt dat de gemeenschap het ophoest, daar heb ik hele grote problemen mee. Ik heb die Brabantse corporaties benaderd. Daar kreeg de heer Staal van Vestia ook lucht van. Die heeft mij toen benaderd dat hij bereid was om WSG zo met gesloten beurzen over te nemen. Ook hij had het beeld dat het geen saneringscorporatie was. Hebben we het dus even over eind 2010, begin 2011. Ja. Pas in 2012, toen we het complete beeld hadden van de grondposities, was helder dat er meer geld in moest. Okay. Maar het gemak waarmee sommige mensen denken van het gaat fout, dus Centraal Fonds betaalt wel, daar heb ik me altijd enorm tegen verzet. Ja. Vind ik echt te makkelijk. Ik heb u drie argumenten gehoord en één daarvan is dus ook dat u vindt dat het Centraal Fonds saleringssteun moet gaan verlenen en dus volledig voor het probleem bij WSG opdraait, waar het Waarborgfonds... Nee, dat is het verschil tussen de... De wettelijke tekst en zeg maar de beleidsopvatting van het Centraal Fonds. Op het moment dat het WSB kredietwaardigheid intrekt, acteert het Centraal Fonds. Dat is naadloze aansluiting. Ja, okay. De vraag hoeveel geld er dan in moet om het sociale woningbezit overeind te houden, is een beleidsbeoordeling van het Centraal Fonds. En daarbij wordt gekeken naar, zijn er andere mogelijkheden? Kun je goedkoper uit? Kun je het bezit verdelen aan andere corporaties? We hadden vlak daarvoor Thuisvester die een andere club heeft overgenomen in diezelfde regio, zonder dat er geld in is gegaan. Ja, laat ik mijn vraag dan anders stellen. Vindt u dat de naadloze aansluiting goed heeft gewerkt in het geval van WSG? Als we eerder vanmiddag geconstateerd hebben dat de informatieuitwisseling tussen WSW en Centraal Fonds niet goed in elkaar zat, dan had die naadloze aansluiting beter kunnen werken. Kunt u toelichten waar die dan in tekort schoot? Het proces waarmee blijkbaar op een gegeven moment geconstateerd wordt dat de kredietwaardigheid wordt ingetrokken, betekent dat je de andere partij enige tijd moet gunnen om even voorbereidingen te kunnen treffen tot de sanering. Toen dat besluit viel bij het WSW, hebben we diezelfde dag een anticipatiebesluit genomen en diezelfde dag ongeveer 15 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is niet de meest optimale vorm van werken. En als ik u vraag, wat is het aandeel van het Centraal Fonds? Of wat had het Centraal Fonds anders kunnen doen om wel... Ik begrijp dat het gaat om meerdere partijen, maar ik denk we dat hebben goed die is, nu vanuit het Centraal Fonds voor ons. Ik denk dat het gewoon goed is dat het hele proces van de naadloze aansluiting, zoals we die ooit opgezet hebben in 1988, met die naadloze aansluiting. Met even heel simpel, je bent kredietwaardig, je wordt geborgd door het WSW. De situatie van geen kredietwaardigheid, geen borging, dan word je gesaneerd. En vervolgens word je gesaneerd tot een niveau dat je weer acceptabel bent voor het WSW. Het niveau wettelijk is dat een corporatie een vermogen heeft van 0% plus 10% van de jaarhuur. Dat is absoluut te weinig om geborgd te worden door het Waarborgfonds. Dus ook aan dat onderdeel van de naadloze aansluiting moet gewerkt worden. En aan de voorkant van hoe zet je dat proces in, wanneer wordt de overdracht gedaan. Het is niet even een kwestie dat de ene organisatie een deur dichtgooit en de andere organisatie zegt, welkom, ik heb enige tientallen miljoenen te besteden. Zo zit het systeem in elkaar. Maar u ziet geen verbeterpunt voor het Centraal Fonds op dit vlak? Ja, en dat vlak is het Centraal Fonds onderdeel. Dus ik denk dat het goed is dat partijen met elkaar om tafel gaan om dat te verbeteren. En derde, laatste, maar dat is een moreel oordeel. En als ik dan toch de gelegenheid krijg, wil ik hem toch zeggen. De hele saneringsdiscussie is ontstaan vanuit corporaties die problemen hebben met de woningmarkt. Onderhoud kan niet betaald worden, verbetering kan niet betaald worden, nieuwbouw kan niet gerealiseerd worden vanwege woningmarktproblemen. Wat we natuurlijk de afgelopen jaren gezien hebben bij een aantal incidenten is gewoon even de effecten van zonnekoningengedrag. En de vraagstelling of nou echt iedere keer zonnekoningengedrag betaald moet worden door de sector, dat vind ik ook nog wel een discussie waard. Goed, ik ga zo even schorsen, maar voordat ik dat doe is het woord nog even kort aan de heer Mulder. U zei dat het Waarborgfonds geen toezicht hield op de bestedingscontrole van zeg maar de geborgde lening. Want hier vorige week de heer Van der Post die zei dat dat wel het geval was. Hoe kan dat dan dat u zegt van niet en de heer Van der Post van wel? Ja, verschil van inzicht over in zijn geval, zijn organisatie en in mijn geval van ook zijn organisatie. Wij hadden het beeld dat zij geen bestedingscontrole hielden. En in die zin dat als zij al iets aan het nakalculeren, dat ze dat met andere cijfers deden dan bij het afgeven van de faciliteringsvolume. Want waarop baseert u dat dan? Beeldvorming die we hebben gehad op basis van verschillende incidenten en hoeveel het geld die beschikbaar was. En op basis daarvan zegt u, ze controleren niet? Ja. Dank. Dank meneer Mulder en mevrouw Hashi. Ik schors de vergadering voor 12 minuten.
Ik verzoek de griffier de getuigen weer binnen te brengen. Ik heropen de vergadering. Meneer Van der Molen, we gaan nog even met u kijken naar Vestia. En het woord is aan collega Bashir. Meneer Van der Molen, we gaan inderdaad verder met Vestia. September 2011, dan worden de problemen waar Vestia mee te maken heeft bij de insiders bekend. En het lijkt erop dat het centrale fonds... CFV, de externe financiële toezichthouder, eigenlijk overvallen wordt met de grootte van de problemen. En ook weinig kennis heeft over de derivaten en dus niet weet wat die moet doen. Klopt dat beeld? Uw vraag heeft wat mij betreft drie elementen. Werden we overvallen door de omvang? Ik denk dat het antwoord ja is. Ik wil zo wel even toelichten hoe en wat. Hadden we voldoende kennis in huis? Op dat moment wel. We waren bezig geweest in het voorjaar van 2011 om die kennis te vergroten. Als ik die vraag een jaar eerder had gesteld voor 2010, was mijn antwoord nee. Op dat moment hadden we één iemand in huis die wat mij betreft voldoende verstand had van derivaten. En dat is uitgebreid naar een man of vijf, vrouw of vijf, zes in het jaar erop volgend. En als u vervolgens zegt niet wist wat ze moet doen, dan ben ik het geheel niet mee eens. Er was op dat moment een bestudering van de jaarrekening van 2010. Die was letterlijk en figuurlijk op de laatste dag van juni ingeleverd, wat wettelijk de laatste dag van de termijn is waarop die moet zijn ingediend. Er was intern op dat moment al enige onrust over de omvang van de portefeuille, omdat uit die eerste cijfers al bleek dat die derivatenportefeuille bijna verdubbeld was, van 5,3 naar 10,8. Dat is een heleboel. En tegelijkertijd in dat uitzoeken en analyseren van wat er met die portefeuille aan de hand was en de vraag wat gaan we doen, zat die beruchte 12 september waarbij het verzoek was om tijdelijk liquiditeitssteun bij het WSW. En dat gebeurde op het moment dat twee van mijn mensen aanwezig waren op een vergadering op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar werden toen mensen uit die vergadering gehaald met de mededeling dat er een probleem was met Vestia. Ja, ja. Maar dan de periode voor september 2011. Ja. Welke signalen had Centraal Fonds gekregen over de periode voor 2011? Als je kijkt naar de jaarstukken van 2008 en 2009, staan daar zinnen in, staan daar woorden in, staan daar bedragen in. Waarvan ik later ook in het openbaar en ook in een brief aan mevrouw Spies heb gezegd, ja, daar had reden geweest om te acteren. En daar heeft het Centraal Fonds u dus en uw organisatie overheen gelezen? We hebben er niet overheen gelezen. Er zijn gesprekken en er liggen ook wel mailverkeer, of zelfs van voor 2007, als ik me goed herinner, over de vraagstelling van wat men precies met de derivaten aan het doen is. En of er wel of niet voldoende kennis aanwezig was, ook binnen de raad van commissaris van Vestia. Maar er is genoegen genomen met antwoorden die toen gegeven zijn. En als je kijkt wat er uiteindelijk in 2011 gebeurd is, nogmaals, we hadden gewoon scherper moeten zijn. Ja, ja. En welke signalen heeft u gemist? Er staan bedragen waarin bijvoorbeeld die 3%, dat een rentedaling moet zijn van 3%. Ja, dat was op zijn zachtst gezegd ook wel aanleiding geweest om wat te vinden. Ja. Tegelijkertijd, en dat hebben we ook in die brief aan mevrouw Spies gezegd, en volgens mij heeft u daar ook een afschrift van. En er is ook een brief aan vooraf gegaan over de analyse van de jaarstukken 2008, 2009, 2010. Die jaarstukken bevatten ook niet de meest complete informatie. Als je het hebt over een nogal een belangrijk punt als basispunt, gevoeligheid, stond dat er niet in. We hebben in Nederland toegestaan dat we kostprijs hedge accounting deden. Ik had graag gezien dat we gewoon IFRS hadden gevolgd. Dan waren dit soort dingen ook veel helderder in de jaarrekening neergeschreven dan met kostprijs hedge accounting is gebeurd. En als we naar de periode voor september 2011 kijken... Ja. Wist het Centraal Fonds wat voor regels er golden voor gebruik van derivaten voor woningcoöperaties? Ja, bij mijn weten wel. Er liggen rapporten uit 2000, 2002 en 2007 over bankieren, treasurybeleid. En er is zelfs nog een onderzoek in 2008 geweest naar aanleiding van de Iceland-affaire over wat corporaties al of niet bij buitenlandse banken hebben neergelegd. Voor mijn gevoel hadden we daar verstand van. Welke regelgeving toepassing was. En we hebben dat vervolgens ook neergeschreven in zowel beleidsregels als ook in dat rapport over de derivaten.
En dat wordt door de meeste deskundigen toch beschouwd als een zeer goed rapport. Ja, dus als we het hebben over de regels die toen golden over derivaten, ja, en die nog steeds gelden. En dan heb ik het over MG 94-31. Dan zegt u van die regels kenden we, daar was geen discussie over. MG 94-31 vindt hij terug in die rapportages uit 2000. Toen was het inderdaad een regeling die wat bekend stond. Ik heb hem daarna nooit meer gezien op een lijst van figerende MG's. Dus de vraag is of hij geldt. En er is volgens in 2001 een circulaire ontstaan, 2001-26, als ik het goed heb. 2001-26, inderdaad. Ja. En daarin geschreven waren near-banking activiteiten. Ja, maar dat is niet omschreven. En als u de rapporten leest van onze 2002 en 2007, hebben we ook gevraagd om een nadere uitwerking van dat begrip near-banking activities. 2001-26 heeft het ook over aandelenopties, niet over renteopties. Dus de vraagstelling die we hadden naar het ministerie, en dat vindt u ook terug in bepaalde brieven van verschillende bewindslieden aan de Kamer, om het uit te werken en te komen tot een treasury-statuut of een financieringsstatuut, dat is allemaal vanuit die tijd. Maar de MG-circulaire die u noemt uit 1994 was een opdracht aan gemeenten die toen het toezicht hadden op woningcorporaties. En die circulaire is niet één op één van toepassing op Centraal Fonds toen die in 2002 met financieel toezicht begon. Sterker, toen kwam er een andere circulaire, 2001-26. Ik heb niemand, maar ook echt niemand, ooit horen praten over die uit 94. En hij is dus niet te vinden op een lijst van figerende MG's. Dat vind ik dus uiterst mate vreemd. En heeft u deze signaal ook doorgegeven aan het ministerie? Van er is een MG en we weten niet of we die moeten handhaven? Nou, de circulaire kwam voor het eerst op volgens mij in de verhoren van uw commissie in de besloten sessies. En toen hebben we wel contact gezocht, althans wij, ik weet van oud-collega's dat zij contact hebben gezocht met het ministerie. En de ene ambtenaar met wie contact is gezocht zegt, we kennen hem ook niet. En de ander zegt dat hij nog steeds geldend is. Dat is wat mij betreft verbazing alom. Maar volgens mij geldt dit niet meer. Het was een circulaire gericht aan gemeentes met een taakopdracht aan gemeentes om toezicht te houden op woningcorporaties. Ja, hoe komt u erbij dat het niet meer geldig is? Nou, hij staat op geen enkele lijst van figerende MG's. Ik mag ervan uitgaan dat hij dan op een lijst van figerende MG's staat. En de MG uit 2001? En die staat daar is geen discussie steeds over. Nou goed, die MG uit 2001 gaat vooral over deelnemingen en verbindingen. Er staat een hele kleine passage in over treasury, financiering en derivaten. En daar is diverse keren van gevraagd van werk het uit wat het is. Want wat zijn near banking activities? En als je inderdaad de meest restrictieve vorm wil hebben van beperken van dit soort activiteiten, dan zouden er alleen renteswaps op variabele leningen mogen gelden. Nou, dat is uitdrukkelijk niet gebeurd. Maar niemand heeft ooit gedefinieerd welke definitie er was. Dus de vraagstelling ook was aan de regelgever, maak helder wat je bedoelt met dit soort kreten. Hij is niet uitgewerkt. Ja, nou, zoals wij begrepen hebben, en dan gaat het met name over de MG uit 94, is die tot stand gekomen nadat woningcorporaties meer dan 100 miljoen gulden hebben zien verdampt worden. Dat is de eigen haard te veren en zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Daarna is die MG gekomen. Ja, klopt. En die MG uit 2001 gaat over near-banking activities. Wie moest dan volgens u dan toezien op die MG's? Ik vermoed het ministerie rechtmatigheid. En we hebben onze beleidsregels nooit melding gemaakt van die circulaire uit 1994. Er is ook nooit iemand die tegen ons gezegd heeft, joh, je vergeet iets. En nogmaals, als een MG geldt, vind ik dat hij op een lijst van figerende MG's moet staan. Hij was dus bij niemand bekend. Dus u zegt, de financiële toezichthouder wist niet dat deze MG's bestonden? Ik weet van een circulaire uit 1994, omdat ik toen actief was in de corporatiesector. Ik ken een aantal corporaties die in die tijd ook met derivaten geld hebben verloren. Maar ik heb 2001 altijd beschouwd als de opvolger van 1994... En de uitwerking van 2001 is nog nooit gevolg aangegeven. Dat is pas gebeurd nadat het Centraal Fonds een derivatenrapport had geschreven en de eerste stresstest had gedaan. Ja. Toen is er een uitwerking gegeven. Dan was dat de regelgeving. Dan wil ik toch met u verder naar het beeld wat het Centraal Fonds had van de activiteiten van Vestia. Ja. Was u eigenlijk in bezit van documentatie over het financieel beleid van Vestia? We kregen de jaarstukken. Alleen de jaarstukken? Dus bijvoorbeeld documenten over het financieel statuut, de ISDA-raamwerken. Ik vermoed dat wij een treasury-statuut gehad hebben, maar even, dat is even gist van mijn kant. Het lijkt me logisch dat we die gehad hebben. Ja. En de raamovereenkomsten voor de derivaten, de zogenaamde ISDA's? Nee, keken we ook niet naar. De treasury-verslagen? Kregen we niet. Waarom kregen we die niet? Is geen informatie die een corporatie verplicht moet toezenden aan zijn financiële toezichthouder. Die kregen we ook niet van andere corporaties? Nee. En op welke manier hield dan het Centraal Fonds toezicht? Op basis van de wettelijke taakopschrijving waarbij je gevraagd wordt om op grond van de jaarrekening en de aanvullende stukken toezicht te houden.
Dus alleen het jaarverslag was dan het enige document waar naar gekeken werd? Tot 2008 cijfermatige kerngegevens en daarna was er de verantwoordingsinformatie en de prognoseinformatie. Dat zijn wettelijk voorgeschreven zaken die je corporatie moet leveren. Met een bestuurdersverklaring, met een accountantsverklaring. En daar keken we inderdaad naar. En stel nou dat die gegevens wel waren aangeleverd. Was er dan überhaupt wel voldoende kennis over derivaten bijvoorbeeld om daar toezicht op te kunnen houden? Tot begin 2011 heb ik zelf de indruk dat we te weinig kennis hadden in derivaten. Dat heeft ook alles te maken met wat ik voor de pauze heb gezegd. Dat ik in 2009 besluit genomen had om niet ons op derivaten te werpen. Maar door te gaan met de onderzoeken naar grondposities, risicovolle projecten en integriteit. Wat op dat moment thema onderzoeken waren. Toen wij in 2010, in de loop van 2010... intern de discussie kregen van we gaan toch met derivaten bezig, was de eerste vraag onder andere kennisvergroting. Dus we hebben gesprekken gevoerd met een aantal partijen. We hebben voorlichtingsbijeenkomsten laten houden waarbij viertal gehouden zijn. Eén door het WSW, twee door banken en één door de bekende Marcel de Vries van Vestia. Die vier hebben alle vier een dagdeel bij ons, ons deelgenoot gemaakt van hun kennis over derivaten. En dat is alles bedoeld in een vergroting van de kennis binnen de organisatie van het Centraal Fonds. Ja. Dus als u vraagt, was er voldoende kennis? Tot april 2011 was die te beperkt. Want op een gegeven moment heeft u ook financiële specialisten in dienst genomen, ja. Van Capitat. We hebben ze ingehuurd voor de uitwerking van de enquête die we wouden doen voor het landelijk onderzoek naar derivaten. Wanneer was dat dan? Ik denk dat het eerste gesprek dateerde ergens uit 2010... En ik wilde er echt van afstellen, dat weet ik echt niet of ik ze had uitgenodigd, wat ze zelf hadden uitgenodigd. Er zijn veel partijen die graag willen werken in een onderzoek voor het Centraal Fonds. Het kan best zijn dat zij mij gebeld hebben, een gesprek hebben gehad. En dat we vervolgens afspraak hebben gemaakt dat ze ons zouden ondersteunen bij de opstellen van de enquête en het uitvoeren van het onderzoek. Want wat was de reden voor de enquête? Wij hadden in de 2010 het gevoel dat we wel wat met derivaten moesten doen. En dat was puur op signalen vanuit de financiële sector dat iemand ook aangaf. Is het niet een beetje raar dat jullie niet naar derivaten gaan kijken? Moet je dat alleen overlaten aan het WSW? Nou, zo'n signaal betekent dat je gaat nadenken. En toen hebben we intern gezegd, laten we het maar wel gaan doen. Ja, want tot dat moment was er nooit binnen het Centraal Fonds gesproken over derivaten. Er zijn twee discussies wat mij betreft. Eén is, tot 2009 vond ik liquiditeitstoezicht niet zo interessant in de sector. Als corporaties een probleem hadden, verkochten ze woningen en was het probleem opgelost. Dat werd anders na de bankencrisis. Je zag toen dat financiering toch een vraagstuk werd en dat er meer op kaststromen werd gelet. Dat ziet u ook terug in ons model. Als u kijkt naar de ontwikkeling in het model en de methodiek vanaf 2008... zie je dat er toenemende mate elk jaar meer aandacht is voor de kaststromen. Dus die beweging is wel in gang gezet. Maar derivaten, nogmaals, ik heb in 2009 gezegd, wij gaan er nog niet op zitten. Ja, want u ging ervan uit dat het Waarborgfonds naar derivaten keek, van alle woningcoöperaties. Er was een mededeling gedaan dat zij er meer bovenop zouden gaan zitten. Vanuit hun verantwoordelijkheid om tijdelijk liquiditeitssteun te geven, vond ik dat ook logisch. Achteraf heb ik daar wel spijt van. Ja. U zegt, achteraf hebben we daar een spijt van, maar nou, u hebt zich daar... Ik heb spijt van, of het is, weet ik, ik kan alleen voor mezelf spreken. Achteraf denk ik, ja, ik had een jaar eerder gewoon de alert op moeten zijn. Maar dat is grotendeels gebeurd omdat het Waarborgfonds in een informeel gesprek aan u te kennen gaf dat zij naar de derivaten keken. Ja, en vervolgens via website, jaarverslagen, gesprekken die wij voerden met de corporaties, alles bevestigd werd dat zij dat deden. Toen dacht ik, nou oké, wij gaan verder met grond, met projectontwikkeling, met integriteit. Ja, maar omdat zij op de website zetten dat zij naar de derivaten kijken, dat was gewoon binnen het Centraal Fonds besproken en reden dus om niet meer te kijken. Ja, dat was... Heeft u wel eens gevraagd om informatie over derivatenposities? Het kwam voor het eerst op en daar bestaat ook wel mailwisseling over. Ik weet niet of u die heeft, maar anders kan ik mijn oud-collega's vragen dat toe te sturen. Waarbij wij aangaven dat wij ons ook wilden bemoeien met derivaten. Dat is besproken in een directieoverleg tussen Centraal Fonds en Waarborgfonds. We hebben de enquête ook aan hun voorgelegd en ook gevraagd of wij bepaalde informatie konden krijgen. En daar is toen vrij onvloers op gereageerd. Door wie? Door het Waarborgfonds, dat in principe dat soort informatie niet beschikbaar is. En wat heeft toen het Centraal Fonds gedaan? We hebben toen een afspraak gemaakt om zaken die wij zelf vonden wel met hun te bespreken, om niet tot verschillende oordelen te hoeven komen. Dus dat betekent dat je uitkomsten van het onderzoek aan hun voorlegt, met hun bespreekt en kijkt of daar inderdaad verschillen in zitten in hun waarderingen en onze beoordeling. Ja, maar dan is mij nog steeds niet duidelijk, hè? Want we hebben Centraal Fonds, de externe financiële toezichthouder. Ja. En vervolgens ziet u op de website van het Waarborgfonds staan dat zij naar derivaten kijken. Ja. En ik denk van ja, dan hoeven wij dat niet te doen. Dat was mijn instelling in 2009. Dat is veranderd in 2010, maar in 2009 had ik die opvatting. In 2009 en daarvoor dus ook? Daarvoor was het geen interessant onderwerp. We hadden nog een verslag financieel toezicht geschreven in 2007 over dit vraagstuk bij woningcorporaties. Ja. Er is er niemand op gereageerd.
Maar had dit dan ook te maken met het gegeven dat wellicht niet bij u, maar ook bij uw organisatie niet duidelijk was wat voor risico's aan derivaten zaten? Ik denk dat er voldoende duidelijkheid was en kennis was over de risico's bij derivaten. Ik denk niet dat er voldoende kennis was over het type producten wat we vervolgens bij een 54-tal woningcorporaties in tegenkomen na de eerste stresstest. Daar zaten producten in met name van buitenlandse banken die ik daarvoor nog niet bij Nederlandse banken had gezien. Het aardige vond ik ook, maar dat is ook bij uw commissie aan de orde geweest, dat de ING-bank is op een gegeven moment bezig gegaan om zich terug te trekken uit Vestia. Ik geloof dat ABN AMRO het ook geprobeerd heeft. Als je kijkt naar 2008 en 2009 was de omvang van de derivatenportefeuille fors bij Vestia. In 2009 zag je overigens dat inderdaad de omvang van de portefeuille afnam, dat het bedrag aan margin calls afnam, dus blijkbaar toch enige vorm van risicobeheersing aanwezig was. Maar de groei zit er met name in 2010 en vervolgens in 2011, in beide gevallen van ongeveer 5 miljard. Daar zie je dus een aantal producten naar voren komen. Daar had ik niet veel kennis van die producten. Nee, daar ga ik geen moment ontkennen dat ik die kennis had. We hadden vervolgens Cardano, in ieder geval voor mij is die ingeschakeld door het Waarborgfonds bij Vestia, om een analyse te maken van die portefeuille. Daar zijn ze een paar maanden mee bezig geweest. Dus dat zegt iets over de complexiteit van het type producten wat daar zat. En vervolgens alles wat daar in toezichtbelemmerende bepalingen in zat, aan eventuele condities in zat en de termijnen die erin zaten, dat sommige contracten pas in 2056 afliepen. Ja, als ik zo u hoor spreken, dan zou ik zeggen van ja, daar heeft u een punt. En daar zou u dus ook vervolgens wat mee moeten doen. Maar nu zegt u dat allemaal achteraf. Er zijn twee dingen die er spelen. Eén, er is een organisatie die aangeeft, ook in het openbaar, ook in de jaarverslagen, dat ze bezig zijn met een onderwerp. Daar vertrouw ik op. Dat mag u naïef vinden, maar ik vertrouw erop. We hebben in 2010 binnen het Centraal Fonds gezegd van, is het niet een beetje raar dat wij er niet gaan kijken? Dus we zijn begonnen met vervolgens kennisverbreding, opzetten van de enquête, het doen van het onderzoek. En tegelijkertijd in die periode dat dat liep, barstte de bom bij Vestia. En zijn we bezig geweest met de oplossing van het probleem binnen Vestia. Er zijn twee dingen die een rol spelen. Ik vind de analyse van de portefeuille die we gemaakt hebben in oktober, november 2011 van de portefeuille van Vestia nog steeds adequaat. Ik meen ook dat de commissie Hoekstra geconstateerd heeft dat het een zeer adequate analyse was. Maar als u heeft over de periode voor, en nogmaals, ik heb een besluit genomen in 2009, dan kan ik nu achteraf met de kennis van zeggen, ja, het is niet zo handig geweest, jongen. En wat ons ook opvalt, en dat is eufemistisch voor alle duidelijkheid. Meneer Van der Molen, wat ons ook opvalt is dat u als Centraal Fonds vaak, of in ieder geval één keer, de kasbeheerder van Vestia hebt gevraagd om behulpzaam te zijn bij de derivatenonderzoeken die jullie zelf uitvoerden. Dat gebeurde vaker, toch? Dat de kasbeheerder van Vestia, de heer De Vries, gevraagd werd door de externe financiële toezichthouder om mee te kijken als het om derivaten ging. We hebben hem gevraagd om een middag voorlichting te geven over de handel en wandel in derivatenzaken. Hij werd door veel mensen gezien als een deskundig iemand op dat vlak. Dus op dat moment, even praten over voorjaar 2011, vond ik dat niet geheel raar. Het is niet zo dat ik elk voorstel wat er gemaakt is aan hem voorlegde of zo. Integendeel. Hij heeft een middag inderdaad bij ons voorlichting gegeven aan een aantal medewerkers. Ja. Dus eigenlijk gaf de kasbeheerder van Vestia voorlichting aan de externe financiële toezichthouder. Gezien de naam en die op dat moment Marcel de Vries nog had, is dat niet geheel idioot. Hij werd op vele symposia en bijeenkomsten gevraagd om iets te vertellen. Dan tot slot, meneer Van der Molen, dan kijk ik even naar de voorzitter daarna. Dat derivatenonderzoek waar we het net over hadden. U had het over 2010, maar waar zijn plannen al in 2009 om een onderzoek te doen naar de derivaten bij Centraal Fonds? Nee. Nee, het is pas in 2010 opgekomen. Ja, maar uiteindelijk zijn de resultaten in 2012 pas verschenen. Klopt. Waarom duurde het zo lang? Wij hadden in de eerste opbouw van een onderzoek, ook besproken met de jongens van Capitat, ik denk in december 2010 met ons bestuur besproken. Dat was op dat moment een, noem het maar, te wijdbenig onderzoek. We hebben dat vervolgens teruggebracht in het voorjaar van 2011. En hebben het over januari, februari. Dat is toen in het bestuur voorgelegd, dat is geaccepteerd. Dus toen begonnen met kennisverwerving, het opzetten van de enquête, het peilen van de enquête bij verschillende partijen. Is dit een onderzoek en zijn dit vraagstellingen die kunnen? Daar liepen twee dingen dwars doorheen. In het voorjaar de afronding van het vervolgonderzoek naar projectontwikkeling en grond. En het integriteitsonderzoek, het tweede integriteitsonderzoek. En we hebben in de zomer dat weer opgepakt en toen kwam gewoon Vestia zelf dwars doorheen. Die jongens die dat onderzoek uitvoerden, heb ik ook betrokken in het team om te analyseren wat er binnen Vestia gebeurde. Dat is dan toch het effect van een kleine organisatie, diezelfde jongens die het landelijk onderzoek doen, moet je ook gebruiken bij Vestia. Dus dat is gebeurd in de analyse van de portefeuille in september, oktober
begin november. En dat leidde volgens dat de vertraging ontstond in het onderzoek, algemeen onderzoek voor Nederland. Meneer Van der Molen, ons enquêteonderzoek dat begint bij de verzelfstandiging en brutering begin jaren 90 onder staatssecretaris Heerma. En uiteindelijk ontploft de vulkaan Bevestia. En je zou dus kunnen zeggen, ons onderzoek eindigt ook min of meer met daarmee, met die derivaten. Maar juist in die periode 94, toen Heerma met zijn eigen magnum opus bezig was, toen hadden we dus al ongeveer 100 miljoen gulden dat verdampte door speculaties met optiecontracten, ook wel derivaten genoemd. Ja. En op 20 juli 1994, dat blijkt in ons onderzoek, stuurt staatssecretaris Heerma een brief naar de gemeente. En dan hebben we dus die MG9431. MG staat voor mededeling gemeenten. Dat verklaart het ook wat het dan is. Een circulaire met een bepaalde wetgevende body daaronder. In de vorm van een brief naar alle gemeenten. En waarom doet hij dat? Die gemeenten waren op dat ogenblik immers een financiële toezichthouder. We zien dat in een latere fase, bij Heerma's opvolger Tommel, gaat het financiële toezicht naar het Centraal Fonds. Dus vanaf 20 juli 1994 weten die gemeenten, we hebben MG 9431, waar letterlijk in staat dat coöperaties niet mogen speculeren met opties. Dat ding, die MG 9431, die blijft ergens gigantisch in de mist hangen iedere keer. En dat is iets wat onze commissie toch echt graag wil uit die mist wil trekken. Dus die gemeenten, hebben die daar nou wel of niet iets mee gedaan? Maar vervolgens zal het Centraal Fonds treden in de plaats van de gemeenten als financieel toezichthouder. Dus mijn vraag is nogmaals, waar is dan op dat ogenblik die MG 9431? Die er speciaal kwam omdat er al zoveel aan derivaten was verlamd. In de periode tussen het verschijnen van die circulaire en mei 98, dat weet ik dus niet. Dat was een taak op de dag gemeente. Delen van dat financiële toezicht gingen in mei 98 over dat Centraal Fonds. En toen was de taak op de dag signaleren van financieel zwakke woningcorporaties. Op dat moment is in ieder geval bij mij geen bel gaan ringen van hey, er is nog een circulaire uit 94, die moet vooraan staan in dit werk. En bij de wijziging van de woningwet met dat verbreden van de toezicht in 2002, we hebben dat nooit opgenomen in welke beleidsregel ook die we vanaf 98 geschreven hebben. En 2001 kwam de circulaire 2001-26, dat was een raamwerk. We hebben een rapport doen verschijnen in 2002 waarin we gevraagd hebben om een nadere uitwerking van een aantal zaken uit die regelgeving. En ja, die is pas in 2013 gekomen, als ik me goed herinner. Waarom dat zo lang duurt, dat weet ik niet, meneer de voorzitter. Moeten we dan concluderen dat die MG 9431 eigenlijk is verdwenen, CQ aan rechtskracht heeft verloren op het moment dat het financieel toezicht van de gemeenten voor dat stuk naar het CFV ging? Want daarna horen we eigenlijk nooit meer iets over dat ding. Nee, klopt. Nee, het leidmotief even. Tot 2001 was 2001-26 daarna. Wat in die periode voor is, het is blijkbaar geen leven gaan leiden. Ik weet het niet, in die periode voor, dat heb ik ook nooit nagezocht, ook niet nagelezen of onderzocht tussen 94 en 98 wat gemeentes daarmee gedaan hebben. Dat 2001-ding, nummer 26, 2001-26, wanneer precies kwam dat verzoek om uitgewerkt te worden voor dat ding? Weet u dat? Het zit volgens mij in het rapport van 2002 wat wij hebben geschreven over bankieren en treasury-activiteit. Oké. Ik wil, als ik korte breek, wil ik wel even nakijken. Heeft u dat daar op de plekken bij? Ik heb de dingen bij me, heel bewust meegenomen. Ja. Ja, graag. Als u dat nog even precies wil nakijken, dan ga ik daarna even met u door nog over Vestia. We hebben in het rapport bankieren aangegeven bij het ministerie naar aanleiding van dat eerdere rapport uit 2000, waarbij inderdaad verwezen wordt naar die MG 9431, mm-hmm. Waarbij inderdaad uitdrukkelijk werd aangegeven dat
risicovolle beleggingen niet zijn toegestaan. En ook de interpretatie dat risicovolle beleggingen wel zouden zijn toegestaan als de financiële continuïteit niet gewaarborgd is. Want die opvatting werd toen ook wel gehuld door sommige partijen, dat dat onzin is. Mm-hmm. En we hebben toen inderdaad naar aanleiding daarvan gevraagd om een behoefte aan een nadere normering. Onder andere ten aanzien van de ruimte die de staatssecretaris de corporatie wil geven voor rente-risicobeheer. Dat is een zin uit ons rapport in 2000. En vervolgens is dat opgepakt met de circulaire 2001-26. Waar die circulaire bijna net als die uit 94 geheel gebaseerd is op wat ik weer even noem verondersteld prudent gedrag bij woningcorporaties. De zin die daar staat, het vermogen dat bij gezamenlijke woningcorporaties aanwezig is, dient te worden beschermd tegen een meer dan minimale beleggingsrisico's. Om die reden ben ik dan ook voornemens in de regelgeving een beleggingsstatuut voor toegelaten instellingen voor te gaan schrijven. Riskante beleggingsvormen zoals beursgenoteerde aandelen en opties als mede near bankingactiviteiten zullen daarbij worden uitgesloten. Dat is dus allemaal voornemens. Het is nooit uitgewerkt. Het is pas uitgewerkt na de stresstesten van het Centraal Fonds in 2013. Wie was naar uw mening politiek verantwoordelijk voor het eigenlijk handhaven van MG's? Het handhaven ligt bij de minister. De minister. Ja. Even, staf, hebben wij dit rapport? Ja, dat hebben we. Goed. Nee, dat wist ik even niet zeker. Ik ga even met u door. Dank, meneer Van der Molen. Ik ga even naar de zogenaamde ISDA Master Agreements. Dat is een duur woord voor een paraplu of basisovereenkomst waarop je dan vervolgens derivatencontracten kunt afsluiten met een bank. Dus zo'n ISDA-overeenkomst wordt ook gesloten tussen een bank enerzijds en een corporatie anderzijds. Ons is gebleken dat het WSW, het Waarborgfonds, bemoeide zich in die zin met die dingen dat ze daar werden gecheckt en werden goedgekeurd. Ze kwamen zelfs op de website van het WSW te staan, is gebleken uit ons onderzoek. Ja. Later blijkt dat juist in die ISDA Master Agreements, dat daar toezichtbeperkende of belemmerende bepalingen in zitten. He, met een duur woord, als zich events of default voordoen, bijvoorbeeld een wijziging van toezicht, et cetera, kunnen de banken in één keer alles opeisen. Was uw organisatie, het Centraal Fonds, als financieel toezichthouder op de hoogte van het bestaan van die ISDA's, die onder die derivatencontracten liggen? Tot oktober 2011 niet. Althans niet van de inhoud. Ongetwijfeld binnen de organisatie bekend dat soort bepalingen er waren, maar van de inhoud en de toezichtbelemmerende bepaling was op dat moment niemand binnen onze organisatie op de hoogte. Als we dan kijken naar de controleactiviteiten van het Centraal Fonds, hoe kan dat dan? Er lag daar nergens een raakvlak bij wat het CFV deed en het feit dat je derivatenposities ziet en dat er ook contracten aan ten grondslag liggen? Ja, maar ook ik ben geneigd om met u mee te gaan te zeggen, want hadden we daar niet wat van moeten weten? Tegelijkertijd er worden natuurlijk heel veel contracten gesloten. Of het nou een onderhoud, verbetering, nieuwbouw, projectontwikkeling, grondaankopen of derivaat is. Die contracten worden vooraf niet beoordeeld. Mm-hmm. Er is geen toezicht vooraf, er is toezicht achteraf. Toen de mededelingen kwamen in de discussies over het zoeken naar een oplossing van Vestia en de vraagstelling of wel of niet een ander bestuur daar moest aantreden, liepen we tegen deze bepaling op. Nou, het is natuurlijk... Het is wrang, hè? Het gaat om toezichtbeperkende bepalingen. En juist het Centraal Fonds is de financiële toezichthouder. Dan zou je zeggen van het komt ergens een keer oplopen en dat is iets waar je dan bovenop duikt als financieel toezichthouder. Van jongens, wat maken jullie ons nou? Ja en nee. Ik heb een aantal van die bepalingen gelezen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik van sommige bepalingen wel snap dat de bank die vraagt. Op het moment dat het natuurlijk bestuurlijk een verandering is, kan ik me voorstellen dat de bank dat relevant vindt om te weten. Dat dat vervolgens zou kunnen betekenen dat het contract herroepen wordt of dat de bank inderdaad geld opeisbaar maakt, waarmee je in feite toezicht onmogelijk maakt. Ja, dat is een rare consequentie van die bepaling. Ja, want wat zegt er nou over die banken die derivatencontracten afsluiten op basis van een ISDA die ze eerst sluiten? Als er in die ISDA expliciet staat dat ingrijpen door de minister betekent, we eisen het op, ja. Dan wordt rechtstreeks verwezen naar bepalingen in de BBSA. Wat zegt dat eigenlijk over die banken en hoe zij dan met corporaties omgaan? Nou, het zijn twee discussies. Eén, kijk, de hele zekerheidsstructuur is er één die ook de zekerheid van banken is. Laten we daar geen misverstand over staan. Maar de discussie die we gevoerd hebben toen de woningwet financiering door de Rijksoverheid in de jaren 80 afgeschaft werd, zochten we naar de meest goedkope oplossing. Die oplossing was een zekerheidsstructuur die we nu hebben, die de zekerheid zou geven aan banken dat ten alle tijde de leningen zouden worden terugbetaald met rente. Want daarvoor diende de borging van het Waarborgfonds en als het fout gaat, de sanering van het Centraal Fonds. Dat leidde vervolgens tot financiering tegen lagere rentetarieven. En daar hebben vanaf die periode elke huurder heeft daarvan kunnen profiteren. Dat betekent een lagere huur van gemiddeld 25 à 35 euro per maand lager door de zekerheidsstructuur. Dus het was de meerdere ere zekerheid van de banken, maar de huurder heeft er zeker van geprofiteerd. En laten we eerlijk wezen, tot en met Vestia heeft het de overheid geen geld meer gekost. Dus die zekerheidsstructuur heeft gewerkt.
Ja, goed, even nog terug naar die ISDA's. Kijk, de banken die hebben ook aangegeven dat ze helemaal geen zaken wilden doen als zo'n bepaling niet in zo'n master agreement werd opgenomen. Nee. En vervolgens komt Vestia in beeld. Die hebben een duur gerenommeerd advocatenkantoor genaamd Allen & Overy. Die kijken voor hun al die agreements na voordat ze door meneer Staal ondertekend werden. Wat zegt dat nou dan over de houding van zo'n advocatenkantoor, wetende van het is een corporatie, maar er komen straks master agreements waarin toch heel expliciet bepalingen staan die naar boven toe een kruis halen door toezicht en ingrepen? Ik ga niet over de zorgplicht van advocatenkantoren. Wel de zorgplicht van banken, die heeft me wel geraakt in de discussie met Vestia. Je zou inderdaad de vraagstelling, zeker naar bepaalde type derivaten die gebruikt zijn bij Vestia, maar ook nog bij 53 andere corporaties, zoals uit de eerste stresstest van het Centraal Fonds bleek, de vraag kunnen stellen, als alle risico's verschoven worden naar de consument of naar de cliënt of naar een organisatie, of dat nou een corporatie is, een zorginstelling, onderwijsinstelling, een waterschap, dat maakt niet uit. En alle risico's worden wat dat betreft verlegd van bank naar de cliënt, dan kan ik nog wel een discussie voeren over de zorgplicht. Tegelijkertijd is een deel van die bepalingen bijna standaard. Als u een hypotheek afsluit, zitten er ook bepaalde zaken in die, als u een persoonlijke situatie wijst, die u moet melden bij de bank. En nogmaals, niemand heeft voorzien dat als dat soort dingen zich zouden voordoen, bijvoorbeeld de wisseling van een bestuur, dat eventueel een event of default zou kunnen zijn. Dat werd ik me pas bewust in oktober 2011. En ik denk dat het ook geldt voor de andere partijen met wie ik op dat moment op tafel zat. Maar het WSW keurde die ISDA's eerder, zetten ze ook zelfs op de website. Ja. Dus wat vind je daarvan dat zij dan niet op aansloegen? Of dat ze überhaupt zich met die dingen inlieten? Ik vind het erg als ik daar geen antwoord op geef en dat ik dat aan u overlaat wat u daarvan vindt. Maar uw mening is wel relevant voor de commissie, hoor. Gewoon, het WSW is uitgebreid aan de orde gekomen. We vragen ook alles open en eerlijk aan iedereen wat wij willen weten van het WSW. Maar uw mening stellen we ook op prijs op dit punt. Ik denk dat alle betrokken partijen, en BZK, en WSW, en Centraal Fonds, en de Raad van Commissarissen van in dit geval VSTM, maar ook van die 53 andere corporaties, hadden moeten weten dat er toezichtbelemmerende bepalingen zaten. BZK, u noemt Ellen Overy, BZK heeft de landsadvocaat ook gevraagd om het uit te zoeken. Die hebben het ook uitgezocht. En toen dat op tafel lag, hadden we allemaal wel iets van donders. Dit is uiterst mate vervelend voor het vinden van een oplossing. En dat hadden we moeten weten. Nog één ding, meneer Van der Molen, voordat ik nog terugga naar collega Bashir voor het vervolg van Vestia. De jaarrekening 2008, waarin al allerlei signalen stonden en grote negatieve waarden van de derivatenportefeuille, ja, van Vestia. Allerlei relevante informatie. De bestudering en welke impact dat zou moeten hebben van dat jaarverslag. Klopt het dat het ministerie dat uitbesteedde aan het CFV? Het financiële toezicht lag bij het Centraal Fonds. Dat betekent dat als de signalen zouden zijn die wij opgepikt hadden en verwoord hadden in een oordeel, was dat bij het ministerie terechtgekomen. Tegelijkertijd kijkt ook het ministerie naar de jaarstukken, want ook die opdracht ligt aan het ministerie als je naar het BBSH kijkt. Laat ik de vraag nog één keer zo formuleren. Kun je nog even kort samenvatten wat nou de bevindingen waren van het CFV bij het bestuderen van het jaarrekening 2008 van Vestia? We hebben geen expliciete opmerking gemaakt over de derivaten bij Vestia in de beoordeling van de jaarstukken 2008. Daar was geen aanleiding toe? Nee, niet in die periode. Laat ik me anders zeggen. De beoordeling van de jaarstukken 2008, die is dus ergens in de zomer van 2009 gegeven, nadat de stukken binnengekomen zijn. Op dat moment was al bekend dat een aantal corporaties tijdelijke liquiditeitssteun had gekregen van het WSW. Bij die corporatie hoorde niet Vestia. Die hadden zodanige hoeveelheid liquide middelen dat zij zelf konden voldoen aan de margin goals. Is dat een vorm van risicobeheersing of is dat dom beleid? Ik denk dat we op dat moment inderdaad gezegd hebben dat dat een vorm van risicobeheersing was. Goed, meneer Bashir. Nog even de vraag van de voorzitter. Was nou het bestuderen van het jaarverslag van Vestia uitbesteed aan het Centraal Fonds door het ministerie van Binnenlandse Zaken of niet? Nou, dat is geen uitbestedingsopdracht. De opdracht aan het Centraal Fonds is om elk jaar een oordeel te geven over de financiële positie van woningcorporaties en over de sector als totaliteit. Dat is letterlijk een opdracht uit de BBSH. Dat deed je op basis van de voorgeschreven informatie uit de BBSH. En dat was in dit geval onder andere het jaarverslag en de jaarrekening. Dus als mensen van het ministerie hier zeggen dat het lezen van het jaarverslag en het bestuderen daarvan uitbesteed was aan het Centraal Fonds, dan klopt dat niet, zegt u? Nou, het woord uitbesteed is een rare. Het was gewoon de taakopdracht van het Centraal Fonds. En daarnaast was het ministerie ook zelf partij die de jaarstukken kreeg om daar een oordeel te geven over het volkshuisvestelijk presteren en over de rechtmatigheid. Dat was niet aan het Centraal Fonds. Wij hebben ook hier de heren Rink en de heer Van der Post verhoord. Ja.
Vooral ook over die toezichtsbeperkende bepalingen in de clausules van de derivatencontracten van Vestia. Ja. En zij zeiden van ja, wij hebben bij het lezen en beoordelen van die contracten alleen maar gekeken naar de bepalingen over financiële zekerheden. Want die waren voor ons van belang. Wij hebben niet gekeken en zelfs niet gelezen wat er nou stond over de bepalingen over toezichtsbeperkende dingen die in de contracten stonden. Zeiden zij, zaken waar Centraal Fonds en het ministerie naar moesten kijken. Wat is uw reactie daarop? Ja, dat is hun oordeel. Als u het niet erg vindt, heb ik daar geen oordeel over. Dus u zegt... Ik vind dat wij, dat heb ik u net uitgelegd... Als je kijkt naar een complete invulling van de taak vanuit financieel toezicht, hadden wij in 2008, 2009 iets moeten vinden. Dat hebben we niet gedaan. Dat vind ik dus wel. Dus achteraf zegt u van, we hadden wel die bepalingen moeten lezen? We hebben in 2009 intern besluit genomen om niet naar die derivaten te kijken. En met alle kennis en alles wat daarna gebeurd is, zeg ik nu, we hadden het wel moeten doen. Ja. Meneer Van der Molen, ik ga met u verder naar de periode tussen september 2011 en 16 december 2011. Dat is het moment waarop minister Donner vertrekt en mevrouw Spies minister van Binnenlandse Zaken wordt. Ja. Wat ons opvalt is dat in die tijd heel veel tijd eigenlijk verloren is gegaan met een aanwijzing die niet kwam. Want een aanwijzing mocht niet gegeven worden omdat er clausules waren die dat verhinderden. En onze vraag aan u is of u ook niet vindt dat er te veel tijd verloren gegaan is. Ja, ik neem aan dat u die mail heeft. Voor mij heb ik een keer een mail gestuurd. Ik meen aan de heren Vergiezen en Schaap met jongens, er moet wat gebeuren. Want als we lang blijven zitten, dan schiet het ook geen donder op. Dus die mail is er. Dus uw antwoord op uw vraag is ja. Ja. Tegelijkertijd moet u niet onderschatten dat op het moment dat bewust waren van het effect van die toezichtbelemmerende bepalingen, je natuurlijk wel met de vraag zit, wat kan wel, wat kan niet. Op dat moment... ook een discussie plaatsvond met de heren Staal, Wevers en de Vries, u allen bekend, over de vraag hoe krijgen we een oplossing van dit probleem en hoe is in godsnaam het zover kunnen komen dat deze situaties ontstaan. En er zat een groot verschil van inschatting bij de heren van Vestia, die vrij naïef nog dachten dat ze het zelf konden oplossen en het gevoel bij BZK, WSW en Centraal Fonds dat dat niet meer kon. Dat de omvang van de schade zodanig groot was dat je dat zelf niet meer kon oplossen. Moet je ingrijpen in het bestuur? Moet je een aanwijzing geven? Ja, dat is leuk. Maar op dat moment hadden we een beeld op basis van de jaarstukken van 2010... en een wat geactualiseerd overzicht wat via Cardano binnenkwam... waarbij we het beeld hadden van de portefeuille van ongeveer 18,8 miljard. Als dat een zogeheten gebeurtenis zou zijn die voor de banken zou betekenen dat ze zouden kunnen herroepen... Dan is de volgende vraag, waar komt die 18,8 miljard vandaan? Ja. Dus wij waren er uitermate behoedzaam in met de vraagstelling, hoe ver kunnen we opereren en hoe krijgen we een situatie dat die banken niet meteen op hun achterste poten staan? Want die vraag die ik stel over verloren tijd, heeft ook ermee te maken dat u zelf net zei van, ja, wij kwamen eigenlijk als Centraal Fonds in oktober 2011 erachter dat er toezichtsbeperkende bepalingen waren in de clausules. En dan hebben we dus oktober, november en dan pas in december wordt eigenlijk geconcludeerd door de minister... dat er geen aanwijzing gegeven kan worden. Dus nee, dan is de vraag van waarom, wat is daar misgegaan in de communicatie? Nou, ik geloof niet dat in die fase iets misgegaan is de communicatie. Ik denk dat zowel het ministerie, de betrokken ambtenaren... als de mensen van het WSW, als het Centraal Fonds... verrekte goed en scherp in de gaten hadden van dat de beleidsruimte om te handelen erg klein was. En toen helderheid was over wat wel of niet zou kunnen. Dan moet je ook niet onderschatten... Ook de adviseurs die we ingeschakeld hadden, die kennis hadden van de derivatenmarkt, aangaven dat in die periode van december tot derde week januari de handel in dit type producten op zijn zacht gezegd stil lag. Dat het weinig zinvol was om op dat moment met acties te komen om de derivatenportefeuille te verminderen. Er waren toen discussies gaande, ook met Vestia, om een deel van die derivatenportefeuille te laten doorzakken en dan zo de risico's te verminderen. Dat betekent wel dat de partijen bereid moeten zijn om die doorzakoperatie te financieren. Dat zijn onderhandelingen geweest, onder andere met de BNG, met de Nederlandse Waterschapsbank. En dat heeft pas, als ik het goed heb, in februari voor de eerst plaats kunnen vinden. Maar in die periode tussen december en januari heeft die handel stilgelegen. En of dat een kwestie is dat die banken de boel sluiten en een bonus vaststellen of anderszins, dat weet ik niet. Maar elke adviseur die we hadden, en dat werd bevestigd door de adviseurs van het Waarborgfonds, bevestigd door de adviseurs van BZK, zeiden in die periode tussen begin december en medium januari, kun je de handel wel even vergeten. Ja, maar dat is december tot januari. Wat? Nog even terug naar oktober tot december. Ja.
Waarom moest er zo lang gewacht worden? Omdat we op dat moment ons niet een oplossing konden bedenken die een situatie zou rechtvaardigen dat ingegrepen werd in de governance van Vestia zonder dat de banken zouden overgaan tot het inroepen van die bepalingen, van de toezichtbelemmerende bepalingen. Het zit daarop, gewoon de angst van als wij dit gaan doen, gaan zij dat doen. En dan wie hoest die 18,8 miljard op? En uiteindelijk is er wel ingegrepen in de organisatie van Vestia. Hoe is dat gegaan? Omdat we in de statuten van Vestia lazen dat het bestuur maximaal uit 3 personen mocht bestaan. Dus dat betekent dat we naast de heer Erens, of naast de heer Staal, excuses Gerard. Naast de heer Staal, de heer Erens en Tiele hebben laten benoemen, waardoor er een 3-hoofdig bestuur zat. Waarbij de heer Erens ogenblikkelijk is gaan bellen met de banken dat dit dus niet een zogenaamde event of default was, waardoor de banken hun contract konden herroepen. Hij is geloof ik de eerste 2 dagen alleen maar bezig geweest de banken te bellen met dit is gewoon een normale bestuursbesluit en continuïteit van de organisatie. Niks meer en niks minder dan dat. Maar dat is dan 1 februari 2012? Ja. En het moest dus echt zo lang duren voordat daarachter zou komen? Ik heb u in de besloten voorhoor uitgelegd dat we in die periode een aantal keren met samengeknepen billen zaten. Omdat... Ik maak even een punt van orde, meneer Van der Molen. Ja. U heeft gedurende het openbaar verhoor een keer of 5, 6 gesproken over besloten voorgesprek. Onze commissie mag daar wettelijk niet op terugkomen. Excuus. Dus ik hou dat liever even nu voor gezien. Nee. U begrijpt onze positie. Ik zal het niet weer doen, excuus. Ik wil u niet te verleggen. Dank u vriendelijk. In die periode van november, december, begin januari, was de renteontwikkeling ongelooflijk volatiel, zoals het mooi heet. Dat betekent dat we een paar keer op een niveau zaten dat ik zelf bang was als de rente de volgende dag nog 2 of 3 procentpunten zou dalen, dat Vestia failliet zou zijn. Dan heb je dus wel over de omvang van de bedragen die ik net noemde. Er moet er 18 miljard op gehoest worden. Dat is erg veel. Dat is niet gebeurd. Dat betekent dat je in die periode een ongelooflijk spannende periode had. En ook in die periode het voornemen zat deels van... we gaan in die governance structuur van Vestia zodanig ingrijpen zonder dat dat door de banken opgevat kan worden als een maatregel die zij weer kunnen gebruiken. En tegelijkertijd moest het risico naar beneden gebracht worden. Dat betekent dat we ontzettend hard gewerkt hebben en overlegd hebben met banken om te komen tot die doorzakconstructie, waarmee het directe risico ongelooflijk verminderd zou worden. Dat ben je in die periode bezig. Je bent aan het onderhandelen met de banken, je probeert voorwaarden te creëren. Want hoe je het went of keert, op het moment dat je die derivaten laat doorzakken in de leningenstructuur, gaan de rentekosten omhoog. Die moeten wel betaald worden. Dat is waar we toen mee bezig geweest zijn. En dat zijn processen die je niet even in 24 uur regelt. Dat kost weken. Uiteindelijk komt er een akkoord met de banken. Dat bedoelt van mei, juni 2012. Klopt, ja. Dan wordt het besloten om de derivatenportefeuille van Vestia af te kopen voor 2 miljard euro. Ja. Wij zijn als commissie ook bezig geweest om te kijken van wat nou de totale kosten zijn geweest van de afkoop van de derivatenportefeuille van Vestia. Want dat bedrag van 2 miljard gaat alleen over de term sheet, het moment van afkopen. Maar er zijn ook nog meer bedragen die daarmee gemoeid zijn. Zo zijn we ook op een memo gestuurd van het Centrale Fonds aan Binnenlandse Zaken, waarin gesproken wordt over nog eens 700 miljoen euro aan kosten die gemoeid waren met de doorzaakoperatie van februari 2012. En die doorzaak ging om 1,8 miljard, dus 700 miljoen waren kosten. Ja. We zijn ook gestuurd op tijdelijke liquiditeitssteun van 1,05 miljard. Dat is de eerste operatie. Dat is dus 20 september 2011. We zijn ook gestuurd op een operatie van 550 miljoen op 16 januari 2012. Kunt u voor ons een overzicht geven van de kosten van het Vestia debacle? Niet van alle kosten. De doorzakoperatie waarin, zeg maar even december, januari gesproken is, was ingegeven door het zo snel mogelijk terugbrengen van de risico's van de portefeuille van Vestia. En zodanig dat een aantal liquiditeitsrisico's zouden verdwijnen. Er waren kosten mee gemoeid. Er waren hogere rentekosten omdat die omgezet werden in leningen voor langere perioden. Als het gaat om die 2 verschillende operaties vanuit het WSW, dat kan ik u niet vertellen, weet ik niet. Als het gaat om de uiteindelijke deal met de banken, er was een stuurgroep op verzoek van mevrouw Spies, waarbij ze aan mij gevraagd had, ga die stuurgroep leiden en ga de onderhandelingen doen met die banken. Toen heb ik een hele kleine groep eromheen gevormd. 2 collega's vanuit het Centraal Fonds, Gerard Erens vanuit Vestia, omdat hij gewoon erbij moest zitten, want als het over besluiten over Vestia ging, kan ik die niet nemen of kon ik die niet nemen.
En we hebben ondersteuning gevraagd van een advocatenbureau en een accountant. En met die kleine groep hebben we de onderhandeling met de banken gevoerd in een aantal sessies. Even los van de advocaten- en accountantskosten en adviseurskosten die er geweest zijn. Ik weet niet wat de omvang is van die. Voor zover het Centraal Fonds die betaald heeft, zijn die ongetwijfeld terug te vinden in een jaarrekening van het Centraal Fonds. De discussie met die banken was vervolgens. Enerzijds kunnen we komen tot een soort deal, overeenkomst, om te zorgen dat die malotige situatie van Vestia, waarbij zeg maar even het casino-karakter van Vestia wordt weggenomen, dat op de voorgrond zou treden. Dus we wilden in feite een soort standstill hebben met de banken van kunnen we werken aan een oplossing. Tegelijkertijd lag er een enorme druk op dat onderhandelingsteam, omdat Vestia letterlijk en figuurlijk een casino was. Ik bedoel, de rente heeft in die 2 maanden onderhandelingen gevarieerd met de negatieve marktwaarde, althans tussen 1,6 en ik meen 2,6. Ja. Op welk moment sluit je af? Op 2,6 of op 1,6? Er is een dag geweest dat ik met mijn collega, of toenmalig collega Braal, s'morgens om tafel zat en de rente zodanig was dat de negatieve marktwaarde 1,6 miljard was, dat iets hadden, gaan we nu afsluiten. Ben je dan spekkoper of kost je de sector heel veel geld? Dat weten we niet, omdat die rente ongelooflijk op en neer ging, dus die negatieve marktwaarde fluctueerde. Uiteindelijk hebben we de deal met de banken gesloten op, ik meen, ruim 1,9 miljard. Ja. Dat was gebaseerd op een berekening waarbij er 3 elementen een rol speelden. 1. De tijdsperiode was vrij kort om tot een deal te komen. 2. Hoe je het bent verkeerd, het casino moest dicht. En 3. Er zitten bepaalde kosten die je dan moet verdelen tussen Vestia, de sector, en ik wilde ook wel een aantal kosten bij de banken terug laten vallen. Die deal is zodanig geweest dat ongeveer 2 miljard bij Vestia lag, ongeveer 675 miljoen bij de sector. En dat zou dan via een saneringsbijdrage moeten worden versleuteld door het Centraal Fonds. Met de wetenschap dat de maximale bijdrage percentage was verhoogd van 1-5%. En de inschatting van onze deskundigen was dat de banken ongeveer een 450-500 miljoen kwijt waren. Ik vond dat bestuurlijk een verantwoorde deal en heb op dat moment dus ja gezegd tegen die operatie. Maar dan even nog kort, want we hebben het al heel vaak gehad over de 2 miljard die verloren is gegaan bij Vestia. Maar daarin zitten dus niet die 700 miljoen van de doorzakoperatie, dat zijn kosten. Die 700 miljoen van de doorzak zit bij Vestia, sorry, die zitten gewoon bij Vestia. Ja. Wat ook nog een rol speelt erbij, met excuus dat ik je dan onderbreek. Dus dan hebben we het over 2,7 miljard minstens. Nee, zover kun je niet gaan. Want dan ga je verkeerde dingen bij elkaar optellen. Want er spelen een aantal discussies een rol. Enerzijds wilden we een herstel van Vestia als corporatie hebben. Dat was de vraagstelling in een herstelplan. Dat herstelplan kreeg niet meteen goedkeuring. Deels omdat gewoon een jaarrekening ontbraken. Deels omdat een aantal ontwikkelingen die men schetst in het herstelplan nog niet tot zoveel vertrouwen leiden dat wij daar meteen een goedkeuring op gaven. De discussie van het voorjaar van 2011 was gewoon dat casino moet dicht van Vestia. Dat is duidelijk, zo groot. Maar ik wil toch nog even concreet met u naar die kosten kijken. Want u hebt leiding gegeven aan de onderhandelingen. Ja. Dus u weet ongeveer dat die 2 miljard afgesproken is, maar dat het de ene kant van het verhaal is. Maar ik wil toch met u nog even naar dat 700 miljoen kijken. Dat zijn toch gewoon extra kosten omdat er hogere rente betaald moet worden? Ja, nee, die moet ongetwijfeld opgehoest worden. Maar dat is het nadeel van dat je dus denkt dat je een risicobeheersing gedaan hebt. Dat heb je niet gedaan. En dan moet je naar andere leningen toe dan derivatenconstructies. Dat betekent een hogere rente. Of dat 700 miljoen is, kan ik niet bevestigen. Dat komt uit een memo van Centraal Fonds zelf. Oké, nou dan zal het ongetwijfeld juist zijn of dat de kosten zijn. We kunnen wel aan u opvolger vragen wat de kosten waren. Ik denk dat u krijgt mevrouw Braal binnenkort dat zij ongetwijfeld daar de exacte antwoorden geeft. Want dan hebben we het alleen maar over 2 componenten. 2 miljard van de onderhandelingen, 700 miljoen alleen van het doorzak. Maar dan komen we nog op 3 andere posten, of 2 andere posten, namelijk de liquiditeitssteun van 1,05 miljard. En de 550 miljoen van januari 2012. Dat is bij elkaar nog eens 1,6 miljard. Weet u ook hoeveel daar aan kosten in zitten? Nee, moet je het antwoord schuldig blijven. En dat geldt ook voor het vestigen van de hypotheek op de panden van Vestia, want ook dat heeft geld gekost. Ja. Maar alles bij elkaar gaat om grote bedragen die wellicht boven de 3 miljard komt. Ja, dat zijn grote bedragen. Ja. Dan tot slot, en dan kijk ik daarna naar de voorzitter. We hebben het over de onderhandelingen gehad. Kunt u nog aan ons vertellen van hoe die onderhandelingen gingen met de banken? Wie vertegenwoordigde de banken? En hoe kwamen zij uiteindelijk tot een akkoord met het ministerie, Waarborgfonds en Vestia? Alle banken waren uitgenodigd die in de bekende portefeuille van Vestia zaten. Ik geloof dat 1 bank niet is komen opdraven. Voor alle banken was de delegatie wat verschillend. De eerste keer
waren dat andere mensen als de tweede setting. En in die tweede setting was dus de mededeling van Vestia is technisch failliet. Het WSW heeft de hypotheek gevestigd en we stoppen met betalen. Vervolgens hebben de banken zelf een partij benaderd die als het ware de banken vertegenwoordigt in de onderhandelingen. Omdat het makkelijker praat met een kleine delegatie dan met 11 banken die ieder 2, 3 of 4 mensen hebben uitgezonden. Dat heeft een paar weken geduurd. Er is toen een soort standstill afgesproken. Waarbij inderdaad even afgesproken is dat er geen acties ondernomen worden, maar gewerkt wordt naar een oplossing. En uiteindelijk is die oplossing van de deal eruit gekomen. En dat is dan onderhandelen op de vraag van ja, wie neemt welke kosten voor hun rekening. Het uitgangspunt voor de stuurgroep, daar was ik dan verantwoordelijk voor, was ongeveer een verdeling van 1/3 Vestia, 1/3 sector, 1/3 banken. Nou, uiteindelijk heeft Vestia een groot deel opgehoest. Dat vind ik ook verdedigbaar vanuit het feit dat Vestia zelf de derivatenportefeuille had gepakt. Nogmaals, ik vind de deal die uiteindelijk gesloten is met de banken en met Vestia verantwoord, omdat daarmee de zekerheidsstructuur in de lucht bleef. Had die deal niet gesloten, dan was de zekerheidsstructuur opgeblazen. Dus we hebben een prijs betaald vanwege mismanagement bij Vestia. Maar die prijs heeft wel ertoe geleid dat de zekerheidsstructuur overeind gebleven is, zonder dat de Rijksoverheid of de gemeente een euro hebben bijgedragen. Dat is de kern van de boodschap van de deal. En dat vond ik verantwoord en heb toen ja gezegd. Er zit natuurlijk wel in dat er huurdersgeld verdampt is en dat ergens de huurders natuurlijk. Er zijn twee discussies, meneer de voorzitter. Enerzijds, die zekerheidsstructuur heeft altijd geleid tot voordelen voor de huurder. Die hebben gemiddeld geleid tot 25 tot 35 euro per maand lagere huur. Het pijnlijke blijft dat er nu een keer een prijs voor betaald is, voor die solidariteit in de vorm van een bijdrage voor Vestia van 675 miljoen. Die wordt versleuteld over alle huurders in Nederland. Dat is uitermate pijnlijk. En tegelijkertijd, dat huurbeleid wordt gevoerd binnen de wettelijke kaders van wat wettelijk toegestaan is. Maar er is een hogere prijs betaald door huurderspoel. In die zin geen misverstand over dat dat zuur geld is. Ja, goed, zeker. We hebben vaker dat verhaal gehoord van het borgingsstelsel en zo. Dat zekerheidsstelsel dat werkt. We hebben dus die drietrapsraket. Je hebt eerst een centraal fonds met een saneringsheffing. Ja. Daarna heb je het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. Dat heeft eigen vermogen. Ja. En je hebt uiteindelijk de achtervang van Rijk en gemeente. Volgens mij is het officieel een viertrapsraket. Want helemaal vooraan de rit zit de coöperatie zelf. Kijk naar Woonbron, wat hebben die zelf van mogelijkheden. Ja. Maar een vraag nog aan u voordat ik naar collega Groot ga. Is het eigenlijk niet raar als je deze drietrapsraket in ogenschouw neemt, dat eigen weerstandsvermogen, dat eigen vermogen van het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw gewoon nooit wordt aangesproken? Want er wordt altijd toch maar eerst veilig gesaneerd. Ja, daar zat een. Mag ik het een leermoment voor mezelf noemen? In de discussie met Vestia zaten we op een gegeven moment te praten over de vraag van. En dat is bij Woonbron van Waalwijk het ook gebeurd. Wat als zo'n grote corporatie failliet gaat? Wie draagt dan de kosten en hoe gaan we daarmee om? Dat ik op dat moment besefte van het is toch wel raar dat we een drietrapszekerheid. En met excuus, ik hou even de drietraps, maar dat is gewoon vastgeroest in mijn hoofd. Deed ik ook dus. Ik weet dat de corporatie als eerste aangewezen er is. En ook in de sanering eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van een corporatie. Het Centraal Fonds dan een heffing doet over alle corporaties. En stel dat het Centraal Fonds te weinig mogelijkheden zou hebben, want dat is wettelijk beperkt tot die 1% heffing, dus 125 miljoen toen nog. De volgende stap is de zekerheidsstructuur via het Waarborgfonds. En dat is kijken naar het eigen vermogen van het Waarborgfonds. Nou, dat was 450, 500 miljoen. En vervolgens de obligo's van alle corporaties. Ja, dat betekent in feite hetzelfde vermogen als wat het Centraal Fonds een beslag op zou doen. Dus uiteindelijk is het vermogen van de totale sector wat aangesproken wordt. Dus je kunt je afvragen of die tweetrapsraket nou zo handig is, of dat beter tot één trap beperkt zou kunnen worden. Uiteindelijk is het toch het vermogen van de corporaties. En in uw woorden uiteindelijk de gelden van de huurder. Ja, meneer Groot. Ja, voorzitter, nog een paar vragen. Even teruggrijpend op wat u eerder hebt gezegd in het verhoor, naar aanleiding van het rapport van Deloitte. Dat ging over die 750 miljoen aan leningen. Dat rapport had het WSW nooit gezien, en toen, maar u wel. En toen zei hij van ja, ik ben niet de postbus voor het WSW. Maar is het niet toch een beetje oncollegiaal om dan niet hier meteen over contact op te nemen met het WSW in het kader van goede samenwerking? Want je staat toch samen voor die sector, zou ik zeggen. We hebben in de verschillende overleggen, zowel formeel als informeel werkoverleggen tussen medewerkers van Centraal Fonds en WSW, een aantal keren gesproken over de effecten van hun methodiek en de effecten van onze methodiek. En de noodzaak van bestedingscontrole was daar een onderwerp bij.
Dat vind ik een ander type discussie. Om met elkaar met open vizier wel te praten over wat zijn nou de effecten van jullie methodiek en wat zijn de effecten van onze methodiek. Dat vind ik iets anders dan een rapport wat ik even nu echt niet weet hoe ik eraan gekomen ben om dat zomaar door te geven aan iemand anders. Dat vind ik twee verschillende dingen. Maar even op uw vraag ingaan, er werd wel degelijk inhoudelijk gesproken over hoe werkt het WSB, hoe werkt het Centraal Fonds. Er lopen al jarenlang discussies om een betere aansluiting te krijgen. En dat was ook een vraag van mevrouw Hachi. Om te komen wat die naadloze aansluiting precies betekent. Ik bedoel, dat is een jarenlange discussie. Werd ook een keer aangezet in een rapport van de heer Konijn, toen nog bij Rigo, voor uw Tweede Kamer gemaakt in 2005. Waarbij hij ook constateringen deed dat die naadloze aansluiting niet zo naadloos was. Ja. Dus er zijn vanaf 2005, nadat het verschijnen van het rapport, continu discussies geweest tussen Centraal Fonds en WSW om tot een betere aansluiting te komen. Maar dat ging allemaal niet makkelijk en niet van harte. Maar kunt u zich voorstellen dat wat, als u zegt van ja, ik ben geen postbus voor het WSW, dat toch wat onvriendelijk klinkt en toch ook de indruk wekt dat u zelf ook niet zo vriendelijk was richting het WSW? Het klinkt onvriendelijker als ik het misschien bedoeld heb. En op het tweede deel van uw vraagstelling, ja, ik heb wel bevindingen over de werkzaamheden van het Waarborgfonds. En volgens mij heb ik daar geen geheim van gemaakt. Mm-hmm. Oké. Woningcorporaties, dat hebben wij in het onderzoek voortdurend gezien, die komen niet in problemen door solvabiliteit, maar ze komen in problemen door problemen met de liquiditeit. Is dat niet iets wat een financieel toezichthouder toch al veel eerder had moeten internaliseren? Die beweging is nu pas. Nee, die is vanaf 2008 ingezet. Als u kijkt naar de methodiek die wij in 2008 hebben ingevoerd, gebaseerd op bedrijfswaarde. En bedrijfswaarde is natuurlijk niks meer als contant maken van kaststromen naar een bepaald moment toe. Zag je al in de methodiek dat wij ook steeds meer aandacht kregen voor kaststromen. Dus de verhalen die ergens in die tijd kwamen van cash is king. Vermogen zou de koningin zijn, denk ik dan. Dat klopt, we zijn meer gaan kijken. Maar tegelijkertijd zaten we met een taakverdeling tussen Waarborgfonds en Centraal Fonds. Het Waarborgfonds zat veel meer op de liquiditeit vanwege gewoon de verplichtingen vanuit haar borgen. En het gegeven dat zij liquiditeitssteun mocht geven, dat mochten wij dus niet. Centraal Fonds mocht solvabiliteitssteun geven. In het verleden ging een corporatie vooral failliet vanwege gebrek aan solvabiliteit. Dat waren de bekende woningmarktproblemen, die duurden enige tijd. Dus had je ook tijd om een oplossing te bedenken. Na 2009 zie je een paar corporaties door rare acties, vooral door liquiditeitsproblemen, daar neerkomen. Woonbron was ook zo'n voorbeeld van een liquiditeitsprobleem. Het was een zeer vermogende corporatie. Ze hadden een liquiditeitsprobleem. Hadden we saneringssteun moeten geven? Of hadden we dat met liquiditeitssteun kunnen oplossen? We hebben daar een andere oplossing uiteindelijk bedacht. In een vrij goede samenwerking tussen het ministerie en het WSW. Waarbij het uiteindelijk was gericht op verkoop van dat schip. Maar in de tussenliggende periode commerciële financiering organiseren. Dus dat verschilt per corporatie. Maar ik ben het geheel met u eens dat de laatste paar incidenten vooral liquiditeitsproblemen zijn geweest. Terwijl tot 2008 denk ik het vooral solvabiliteitsproblemen waren. De Bijlmer was solvabiliteitsprobleem. Centrada, Lelystad was solvabiliteitsprobleem. SAH in Limburg was solvabiliteit. Oké, dan nog een opmerking. Nog een vraag over de vermogensmaat waar we het eerder over gehad hebben. Het feit dat het Centraal Fonds daar steeds uitspraken over ging doen. Ja, heeft dat niet ook een beetje uitgelokt bij woningcorporaties dat men maar middelen ging besteden ook aan doelen die buiten de enge taakopvatting van de volkshuisvesting ligt? Dus met andere woorden, heeft het niet een beetje bijgedragen aan een stemming op die manier dat de geest uit de fles raakte? U mag mij van veel beschuldigen, maar niet dat ik nooit in het openbaar gezegd heb dat corporaties zich vooral moesten richten op hun kerntaken. En in die kerntaken zat wat mij betreft bouwen, beheren, onderhouden van wijken en buurten en de kwaliteit van wijken en buurten. Welke inleiding of welk interview ik ook gegeven heb, ik heb me altijd op dat onderdeel gericht. Ik heb nooit gepropageerd dat corporaties schepen moesten gaan kopen of kloosters in het Brabantse platteland of anderszins. Goed, dan helemaal tenslotte. Er ligt nu een novelle van de minister. U hebt al iets gezegd over de positionering van het externe toezicht. In de novelle wordt het CFV ondergebracht bij het ministerie. Kunt u nog eens heel precies aangeven wat u daarvan vindt en wat de risico's daarvan zijn of eventueel wat de goede kanten daarvan zijn? Uw opvatting daarover.
Ik denk dat ik het openbaar vanaf het moment dat ik directeur werd van het Centraal Fonds in 1997 gepleit heb voor een onafhankelijke positionering van een toezichthouder, dus niet als onderdeel van het ministerie. Bij voorkeur in de constructie van de ZBO. Ik vind het de status van de ZBO een uitstekende constructie voor een toezichthoudersorgaan of voor een uitvoeringsorgaan van de overheid. Je valt onder een politieke verantwoordelijkheid, maar je hebt een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling van je taak en je werkopdracht. Ik zou het uitstekend vinden als de combinatie werd gemaakt van volkshuisvestelijk toezicht met financieel toezicht. Uiteindelijk gaat het over het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties. En het zou goed zijn als de overheid daar een oordeel over heeft. Ik zou dat willen combineren met een wat heldere definiëring van het werkdomein van woningcorporaties. Ik heb eerder ook in het openbaar aangegeven dat het de afgelopen jaren erop leek dat alles tussen een wipkip en een stoomschip des corporaties was. Dat kan echt beperkter wat mij betreft. En ik zou ook een groot voorstander zijn van intern toezicht versterken binnen woningcorporaties. Een betere relatie tussen intern en extern toezicht. En ik zou vooral toezicht ongelooflijk goed scheiden van beleid. Beleid maken en beleid uitvoeren is iets anders dan toezicht houden. Die principes vind ik helaas niet allemaal terug in de novelle. Maar waarom zou dat niet toch binnen het ministerie zo georganiseerd kunnen worden als dat onder een aparte beleidsdirectie wordt gehangen? Wat is precies het bezwaar of het gevaar wat u daarin ziet? De onafhankelijkheid die je hebt om te kunnen rapporteren wat je ziet. Ik vind de onafhankelijkheid van de rapporteren en de mogelijkheid dat je daar vervolgens ook maatschappelijk verantwoorde dingen mee doet, pleidooi die volgens mij ook in het meest recente rapport van de WRR over toezicht staan, vind ik een groot goed. De corporatieperspectief was een van de instrumenten die we als Centraal Fonds gebruikten, waarbij ongeveer de hele wereld gratis via onze website kon kijken wat er met de corporatie aan de hand was. Dat is een vorm van bedrijfsvergelijking die vrij uniek is en die volgens mij door veel commissarissen, gemeenteraadsleden, huurdersorganisaties, journalisten, belangstellenden werd gebruikt. Dan moet je wel onafhankelijk zijn om dat te kunnen doen. Ik vind die onafhankelijkheid een groot goed. Okay, dank u wel. Meneer Mulder, nog kort aanvullend. Ja, dank. Ja, we hebben vandaag drie personen verhoord. Dat was mevrouw Bertram, de heer Schaap en u. En bij de heer Schaap en mevrouw Bertram hoorden we, ja, eigenlijk wordt alles wat corporaties voornemen en activiteiten, dat willen we wel afwegen. Er was sprake van bewegend toezicht. Dus wat mocht en niet mocht, dat was tijdsgebonden. De nevenactiviteiten waren niet duidelijk omschreven. En u zegt er is een vermogensovermaat. En die vier factoren bij elkaar opgeteld, maken die nou niet een hele giftige cocktail dat corporaties onbedoeld, maar wel heel veel activiteiten gaan doen die eigenlijk niet tot hun kerntaak behoren. En ik zeg ook onbedoeld. Want u zegt, ik heb ze niet aangespoord om in kloosters te gaan. Nee, maar met de term vermogensovermaat, ja, dan moet dat geld dus op. Dus is daar niet een giftige cocktail gemaakt? Ik sluit niet uit dat al of niet gekoppeld met de ontbreken van die bestedingscontrole geleid heeft tot een soort klimaat dat alles kon. Maar nogmaals twee dingen. In het begin van deze eeuw, 2000, 2001, 2002, was de bouwproductie van woningcorporaties ontzettend laag. Ik geloof dat 12.500 woningen was in 2001. Iedereen had het gevoel dat er meer gebouwd moest worden. Tegelijkertijd zagen we discussies over de kwaliteiten van wijken en buurten. Tomme was er al mee bezig, Kampen is er mee bezig geweest. Een aantal wijken in ons land waarvan de kwaliteit zodanig was dat die wijken verbeterd moesten worden. Dus opgepakt door mevrouw Dekker, de heer Wessemius en volgens mevrouw Vogelaar met de projectaanpak. Je zag discussies over bezuinigingen bij gemeentes. Je zag discussies bij welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen. En toen ontstond een beeld van die corporaties zijn heel vermogend. En nogmaals, ik heb u proberen uit te leggen, die corporaties waren ook vermogend. Dat ontslaat een bestuurder van een woningcorporatie niet van het nadenken over de vraag dat als je vermogend bent, hoe je dan vervolgens met het vermogen omgaat en hoe je dat inzet in de sector. Ik vind dat een eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zal geen moment ontkennen dat al die discussies wellicht geleid hebben tot een soort klimaat van de beeldvorming van de euro's klotsen tegen de plinten op. En dat er een soort beeldvorming ontstond, alles moet wel kunnen. Ik denk eerder dat de combinatie van de daadwerkelijke vermogensgroei, maar ook de daadwerkelijke liquiditeitsontwikkeling bij corporaties, gevoegd bij bezuinigingen bij andere organisaties en de noodzaak om te investeren in wijken en buurten, dat inderdaad geleid heeft tot een klimaat van alles moet kunnen. En dat was gekoppeld aan een beweging van zelfregulering en een overheid die ze niet echt duidelijk uitsprak over wat het publieke domein nou precies was. Ik ga voor een groot deel met uw stelling mee, met wat nuanceringen over de verschillende elementen die daar een rol in speelden. Een bom bestaat ook uit onderdelen die los van elkaar geen bom zijn, ja, maar bij elkaar opgeteld een bom zijn, hè? Ja, eens. Volstrekt eens.
Goed, meneer Van der Molen, wij zijn aan het einde gekomen van het openbaar verhoor. U zei straks, als je kijkt naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat het aan twee grote instrumenten ontbrak, namelijk een zelfstandig informatievorderingsrecht en een zelfstandig sanctioneringsrecht, want dat is hoger dan het advies aan de minister. Kunnen u ook één keer in de commissie samenvattend beschrijven wat u als langjarig directeur van het Centraal Fonds heeft gepoogd om dat te veranderen? Ik denk dat er een stapel documenten ligt van beleidsnotities voor de opeenvolgende bewindslieden, voor mijn bestuur, inleidingen, verhalen, publicaties, waarbij we iedere keer benadrukt hebben van veranker de positie van een toezichthouder, geef hem een zelfstandig recht op informatie, geef hem een sanctie-instrumentarium en doe wat aan het werkdomein voor woningcorporaties. Want dat is bijna een consequente lijn vanaf 1997 geweest. Ik ben nog niet zo ver gegaan om al mijn inleidingen en notities te bundelen. Maar dat is, als u mij 's nachts wakker maakt, is dat het eerste wat ik zou kunnen zeggen. Dank, meneer Van der Molen. Ik sluit deze vergadering. Okay, dank u.